Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met een hele volle bak. We hebben niemand minder dan de enige echte Daniel, we hebben Josje Lifo, we hebben Peter en Lucas en ikzelf. Dus we zitten hier met z'n vijven in Café Libertaria. En Itje Pinky is er ook nog, hè? Jouw favoriete cactus. Ja, en in levend lijven en ook in digitale versie. Vind ik een heel leuke feature, Johan. Ja, ja, ik voel me helemaal thuis hier. Je hebt de echte cactus en je hebt de crypto-versie. Ja, de virtuele en de biologische. Jullie, we houden ook de chat even in de gaten. Dan komt het helemaal goed. We hebben in ieder geval flabbergast in de chat. Dus dat is altijd hartstikke gezellig. En goed, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Trouwens, de marihuana-index lees ik nu, die is even offline. Want ze gaan de website weer even, waar ik het vanaf lees, die gaan ze even onderhouden. De bitcoin die is, het is, even kijken hoor. Ik zou zeggen, hij staat nu op 38,9, dus bijna op 39.000 eurotjes. Hij is lekker op en neer gegaan, hè, de laatste tijd. Hij was vorige week flink omhoog gegaan. En nu stuitert het een beetje. Ja, je kan als je een beetje in de TA zit, dan kan je een rising wedge inzien. Wat toch een beetje niet altijd erg bullish is. Eerder tegenovergestelde, erg bearish. Maar ja. Dus we zien wel waar het naartoe gaat. Ik denk omhoog. Je denkt omhoog? Ja, het kan ook even zijn dat je in even... In 4 maanden. Ja, in 4 maanden tijd sowieso. Maar dat het eventjes nog omlaag gaat en dan weer omhoog. Hè. Ja. Dus, maakt mij geen moer uit hoe duur die wiet is. De plant op het balkon, nu rook ik lekker zelf op. Ja. Uiteindelijk is het toch maar, hoor dat in euro, hoor dat in fiat geld. Dus fuck fiat geld, toch? Ja. Ik heb ze hier gewoon binnen handbereik. Wat? Dit is ook nog fiat geld hier. Kijk, dit zijn zilveren guldens. Kijk. Even kijken hoor. Dit is allemaal fiat geld. Ik vind dat toch wel een mooi spul. Toen de gulden nog wat waard was. Ja. Ja, deze zijn dus allemaal van voor 72. Want dat was ook deze week volgens mij. Of niet? Dat was de 50-jarig jubileum van het afschaffen van de goudstandaard. Ja, inderdaad. Ja, dat heeft ons toch zoveel goeds gebracht. Ja. Toen werden we allemaal gezimbabweed, hè? Ah ja, in zekere zin, ja. Ja, ja. Ik weet nog wel dat bij mijn geboorte, ik ben 2 weken later geboren, nadat Nixon dat gedaan had. En toen was een Trojaans goud $35. En hoeveel is het goud nu, Peter? Ik kon er mooi in met $1789,5. Kijk, dat is nog een bruggetje. Nee, ik zag het laatst uitgebeeld met een stapeltje bankbiljetten. Dat is ook 1 bankbiljet en een paar muntjes. Voor 1 ounce goud en nu een stapel bankbiljetten, maar dat was een hele grote stapel, denk ik, met $1 biljet of zo. Wordt het een hele dikke stapel. Ja, maar ik zag laatst ook hetzelfde met zilver en Ethereum. En dat was Ethereum was 15 ounce of zo zilver. Ja, en 1 ounce zilver kocht iets van 15 Ethereum. En nu kocht 1 Ethereum kocht 150 ounce goud of zoiets. Nee, het was zelfs erger. 1 ounce zilver kocht 15 Ethereum, hadden ze genomen. Ja, het is maar net waar je begint natuurlijk met Ethereum. Ja, nou, Ethereum begon... Er is een moment geweest dat het onder de dollar zat. In de pre-sale begon het op 002. Dus je kreeg 500 Ethereum voor 1 bitcoin. Zo begon het. Ja. Ik weet dat het ongeveer een euro geweest is, ook de Ethereum. Ja, dus dat wij, we hebben nog een tijdje naast de Bitcoin nog de Ethereum koers gedaan. De Litecoin deden we toen ook nog. En toen was Ethereum, ik kan me nog wel herinneren dat het toen $16 was. Dat was van 2015, denk ik. Maar zoiets, 2016. Ja. 2016, nou ja, goed. In ieder geval. Kan hard gaan, want de Ethereum vandaag doet ongeveer 3000. Hmm. Ja.
ja, in ieder geval, even kijken, de staatsschuldmeter staat op 374,9 miljard in het rood. Oh ja, we hebben de olieprijzen. Handig om even te noemen. Je overvalt mij helemaal, maar het is $65.45. Het staat weer een beetje hoog. Tenminste, ja, het is bijna op 70 geweest, geloof ik, toch? Ja, het is ook wel dik over de 100 gegaan in het verleden, maar ja. Er zijn inmiddels ook weer wat meer dollars, dus ik weet het allemaal niet zo goed. Het wordt een rare markt op die manier. Hè, als... Het is, mijn god, de economie stort in en dan gaat de olieprijs weer omlaag. En dan, oh mijn god, ze gaan heel op geld drukken, dan gaat het weer omhoog. Gaat het weer een dagje negatief en zo. En dan wat er Maar we gaan even naar de nieuwsberichten toe. En we beginnen even met Oekraïne. Een berichtje uit Oekraïne. Daar hebben ze een digitaal ministerie. En die heeft plannen om hun personeel te betalen met een digitale... Central Bank Digital Currencies, zo heet het. Dus okay. Van elk land is de umbrella, hoe zeg je dat, om ze allemaal te benoemen, dan zeg je CBDC, ja. En dan heb je dus, want er komen steeds meer van dit soort projectjes, en die kun je dus allemaal vangen door gewoon CBDC, Central Bank Digital Currency. Oké. Ja. Ja, en dit is maar even een. Laten we dan maar even meteen er met een gestrekt been ingaan. Dat heeft dus niks met cryptogeld zoals Bitcoin te maken, behalve dat het van dezelfde techniek gebruik maakt. Maar het zijn allemaal in zekere zin oneindig mijnbare munten. Hè? Dus waar ook geen miningproces aan te grondslag zal liggen. Dus het is gewoon intypen van een getal. En vervolgens heb je die munten om mee te kunnen betalen. Bouwing uitgevoerd. Daniel. Je gaat toch niet naar de toilet toe? Misschien even naar de buurman. Oké. Misschien even muten. Maar even kijken. Hoor. Even een zeik aan. Dit wordt dus op de markt gezet. Hetzelfde als het traditionele fiat geld. Daniel, je hebt een mute knop, hè? Wist je dat? Staat er een ambtenaar voor de deur? Sorry. Ja, ik zeg al even mute. Moet je even op het microfoontje klikken? Ik ga gewoon rustig. Ik ga de tenen van een hond staan. Ik ga even op het microfoontje klikken. Lul maar lekker verder. Oké. Sorry mensen, sorry. Als jij weer iets wil zeggen, zet er dan weer aan, hè? Anders, ja, doen we. Oké. Dan gaan we even verder naar de Central Bank Digital Currency. Waar was je gebleven? Nou, dat het dus niks te maken heeft met cryptogeld zoals Bitcoin, omdat het totaal gecentraliseerd wordt uitgegeven. En het bericht wat hier via nieuws.bitcoin.com binnenkomt, waarover geschreven wordt, gaat het dus over dat de eerste gebruikers van de Oekraïense Hryvnia. Hryvnia. Ja, dat komt omdat ik dan de U met die. Nee, hoe heet Hryvnia. Hryvnia. Lastig. Hryvnia. Hryvnia. De eerste gebruikers zullen de werknemers van het ministerie van Financiën zijn. Dus ja, het is. De vriendjes maken we rijk en die doen erin mee. En met de politieagenten dwingen we af dat je het overal kan uitgeven. En het is gewoon meer van hetzelfde. Dus, ja. Alleen je hoeft het niet meer te printen. Dus het scheelt een hoop geld. Want ja, anders moet je dan beveiligen. Want al die plofkraken, daar heb je al last van en zo. En dan heb je wel. Maar je moet niet verwachten dat het zijn waarde behoudt. Zeg jij. Nee, wacht even. Zolang dat de mensen erin geloven, behoudt het zijn waarde. Als ik het overal kan blijven uitgeven, maar op een gegeven moment, als dus de waarde te snel gaat oplopen, ja, dan gaan de mensen doorkrijgen van, hé, ik ben niet zo goed af met dit type geld. En de waarde gaat oplopen, dan zijn ze wel goed af. Nee, de prijzen, als de prijzen gaan oplopen, dus als de waarde gaat dalen, je hebt gelijk, ik zeg het andersom.
Dus als de prijzen te veel gaan stijgen en de mensen die gaan doorzien dat er dus inflatie, of als ze de inflatie te hoog vinden worden en het vertrouwen verliezen, ja, dan op een gegeven moment verliest dus zo'n geld een soort al zijn waarde. Ja. En dat, ja, ik zeg dan op mijn beurt, als je ziet wat voor een aversie er is bij mensen om crypto geld te gaan gebruiken, dan is de kans dat ze stoppen met dit soort bankgeld natuurlijk groter als dat ze hun vertrouwde briefjes en goud- en zilverkleurige muntjes kunnen vasthouden. Waar geen goud en zilver in zit, maar voor de kleur en het vertrouwen noemen we het nog even vaccin. Oh nee, doen we alsof er goud en zilver in zit. Ja. Ja, goed. Nou ja, om de vaart even erin te houden, ga ik meteen door naar het volgende bericht. Dat is ook wel een beetje crypto gerelateerd. Rammstein, kennen jullie die nog? Ja. Du hast mich. Maar in de, dan ging ik naar Woepertaal met de klas. En dan en speelde ik dit album. Had ik zo'n Discman in de bus, Johan. Daar had ik extra batterijen bij, jongen. Die goede oude tijd. Nou, daar heel je trommelvlies opgeblazen voordat je in Woepertaal aankwam. Nou, in ieder geval de zanger van Rammstein, ze zijn nog steeds actief hoor. Trouwens ook al met een nieuw album bezig, had ik vernomen. In ieder geval de zanger, Till Lindemann, die heeft een, die had even een tussendoor projectje. En dat was ter promotie van, geloof ik, de Hermitage. Hij had hier wat nummers in het Russisch opgenomen. Onder andere een nummer dat populair was in de Tweede Wereldoorlog. Dat ging over een piloot of zo. En, in ieder geval, dat nummer, dat zong hij live in het Hermitage. En die beelden heeft hij dus, daar heeft hij dus een NFT van gemaakt. Misschien kun jij even voor de leek uitleggen, Josje, wat een NFT is? Een NFT is een unieke token. Non-fungible token, ja. Ja, waar je dus, nou ja, of uniek, meer een speciaal doel is gemaakt. En die legt eigenlijk auteursrecht vast. Dus je koopt bijvoorbeeld, je kan ook een serie NFT's uitbrengen. Laatst had Kings of Leon, was de band volgens mij. Ja. Of een andere. In ieder geval, die hadden dus hun album uitgegeven als NFT. En dan kon je dus een munt, de data, het houdt zeg maar data vast. En dat kan dus ook een album zijn. Of een code waarmee je het album kan downloaden of zo. Ik heb trouwens ook nog geprobeerd. Vaak kunstgerelateerd. Ja. Vaak is het kunstgerelateerd. Er zijn dus al tot 70 miljoen is er een keer geboden voor een NFT van Beeple. Okay. Dat is een artiest die, of tenminste, ja, kunnen we maar al zo noemen. Die maakt iedere dag een plaatje. En die heeft toen 12 jaar aan materiaal heeft hij verwerkt in één grote pixel, om het maar even zo te zeggen. En al dat werk is toen als NFT op de markt gekomen. En 24 uur voor tevoren stond het op een paar miljoen. In het laatste half uur schoot het met miljoenen omhoog. En toen is het uiteindelijk voor 70 miljoen aan Ethereum over de toonbank gegaan. Oké. En toen had hij dat niet stiekem zelf gedaan? Ja, nou ja, kan, maar dan moet hij wel. Vervolgens verkoop je hem voor de helft van de prijs. Nou, dan moet je wel zoveel Ethereum eerst hebben. Ja. Het is gekocht door Justin Sun van Tron, als ik het me niet vergis. Oké. Ik heb van de week heb ik ook wat NFT's gemaakt. Ik denk, laat ik het ook maar eens doen. Dus ik had een paar memes van mezelf. Ik weet niet. Het wil nog niet helemaal lukken, laat ik het zo zeggen. Nou, je moet het zo zien, als je dit dus hebt, dan kun je dat plaatje kun je verkopen. Ja, ja. En vanaf dat moment ligt dat dan vast dat jij de originele artiest bent. En ik kan het natuurlijk gewoon rippen en als onofficiële artiest gaan verkopen. En dan moet die artiest gaan aanklagen en zeggen, hey, die heeft uit mijn naam dingen gedaan die niet waar zijn. Een mooi bruggetje gemaakt, weer terug naar het onderwerp. Want ja. Het Hermitage zegt van, hey, wacht eens even. Het gaat om een concert in het Hermitage en hey, dat is van ons, hè? Ja, dat ligt dus aan het contract, hè? Dat er staat. Ik zal er wel vast ook iets zijn afgesproken over de rechten van opnames die daar gemaakt zijn. En als er dus staat van, nou, je mag
niet individuele stukken fotograferen en doorverkopen. Ja, dan lijkt het me vrij logisch dat dit niet mag. Maar misschien staat dat er niet in en mag het wel gewoon. Dus ik weet het niet. Daarnaast was het ook nog, even kijken of het erin staat. Het was volgens mij ook nog ter promotie van het Hermitage. Dus ja. Oh, zij wilden alles aan hun doneren. Begrijp ik dat goed van je? Ik weet het niet. Ja, misschien als hij dat doet, dat hij er dan vanaf is. Ik heb het niet helemaal gelezen hoor, maar... Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen dat als er allerlei museumstukken naast je concert plaatsvinden en jij maakt een foto specifiek van dat museumstuk, dat het niet echt onderdeel is van het concert en dat je daar wel iets van kan zeggen. Maar... Inderdaad, de clip heb ik toen wel gezien en loopt inderdaad door het... je ziet eigenlijk het hele Hermitage, zie je. Dus ja. Ja. Nee, maar hij heeft NFT's gemaakt van een aantal schilderijen die daar in het museum hangen. Nou nee, volgens mij waren het opnamen van dat hij aan het zingen was, terwijl hij door het museum loopt. Hmm. Dat staat er nog bij. Oké. Ja, goed, nou ja, dus, dat soort shit krijg je dan. Hè? Ja. Maar we gaan even verder. Het is wel leuk en daarom had ik het eigenlijk gepost van het is wel leuk dat ook, ja, crypto op deze manier toch wel mainstream wordt. Ja, je krijgt dus op een gegeven moment ook rechtszaken die hier inderdaad over zullen gaan van plagiaat of zo, of weet je wel. En dan heb je dus toch wel nog steeds met crypto een partij nodig die ja, nou ja, het is... Het verandert wel een hoop, hè? Als je dus ongecensureerd geld kan gebruiken en mensen niet kan afsluiten, want dat is wat ik in het begin zei, van dat fiat geld leeft van het kunnen afsluiten van mensen, dat maakt ze zo sterk, dat je dus mensen kan buitensluiten en hun alle vrijheid van betalingsverkeer kan ontnemen. Ja. En als dat op een gegeven moment wegvalt, ja, hoe sterk staat dat systeem dan nog? En ik vraag me dat af, weet je wel. Want je kan wel zeggen, ja, dit is mijn ding. En het is leuk dat iemand daar 70 miljoen voor betaalt. Maar ik kan dat plaatje gewoon kopiëren. En ik maak een NFT voor 3 tientjes. Want dat is de kostprijs op het Ethereum-netwerk van een NFT. Want je moet één transactie maken in het netwerk. En vervolgens heb je hem. Dus ja, ik zie daar wel een probleem ontstaan. Omdat je dus... Mensen, je kan wel een uitspraak doen op iemand, hè? Maar ja, het wordt veel makkelijker om je daar aan te onttrekken. Heb je dat bericht gezien vandaag? Ik weet niet of wij dat hier ook hadden bijstaan. Dat banken complottheorieën, het zat geloof ik achter een paywall, dus ik heb het niet erin gezet. Maar dat mensen die complottheorieën... Nee, het stond antivaxxer stond, er werd gebruikt. Nee, volgens mij was het nou weer complotdenkers. Ja? Hier, Volkskrant was het, ja. Ah nee, het was inderdaad vaccinweigeraars. Nee, moeten we solidair blijven met de vaccinweigeraars? Nee, dit was in de NRC. De titel was: de complotdenker bankiert maar elders, zegt de bank. Desinformatie. Ja. Banken hebben internetkanalen die nepnieuws verspreiden actief geweerd uit het klantenbestand. Dat beleid gaat mogelijk te ver, denken experts. Dus de experts worden erbij gehaald. Ja, maar ik heb er gelezen. Er worden hier een aantal dingen genoemd. Van de Blauwe Tijger, Blackbox. Okay. De Triodos Bank weigert viruswaarheid als klant. Ja. Ik ben ook al vanaf 2014 in zekere zin geweigerd. Molly, Café Weltschmerz. Overal waar zeg maar informatie te vinden is. En ik schrijf ik schrijf al die kanalen aan en dan zeg ik, jongens, waarom doen jullie überhaupt nog met die hele euro-bullshit mee? He? Waarom zitten jullie nou te vragen om donaties in euro's? Ja, dat zou je wel zeggen, maar het is natuurlijk heel lastig om zonder bankrekening te leven. Nou, eigenlijk valt het wel mee. Het kost wel een hoop geld, dat wel. Maar dat is dus een keuze die je maakt. Maar sommige dingen hier kan je niet eens cash betalen. Want uiteindelijk moet je dan cash gaan betalen. Maar je kan altijd, dan heb je dus sympathisanten nodig. Ja, van dan ben je afhankelijk van mensen die wel. Ja, maar dan bouw je een beweging. En dan zeg je, doe een verzetsdaad. Doe voor ons een illegale banktransactie. En bent u mans genoeg om uw geld in te zetten voor de vrijheid. Want wij worden geweigerd om onze acties te kunnen doen.
Want het regime werkt nog steeds. Als jij zegt, iedereen zou zijn bankrekening moeten opzeggen, dan kom je een beetje in het probleem dat degenen die het nu opzeggen zijn afhankelijk van de welwillendheid van mensen die nog steeds een bankrekening hebben. Nee, maar dus als die dat advies opvolgen, dan is er toch wel problemen. Nee, ze moeten het niet opzeggen, maar ze moeten dus hun gebruik van de euro minimaliseren. En dus zoveel mogelijk op zoek gaan naar manieren om op een andere manier dan met het overheidsschuld te betalen. Ja, dat heeft Gap.com bijvoorbeeld gedaan. Die heeft op een gegeven moment gezegd van ja, wij zijn ook overal uitgesloten. Ook PayPal en nog meer van dat soort clubjes. En die hebben gewoon gezegd, ja, betaal ons maar in bitcoin. En als je dat deed, wat gewoon prima ging, konden ze blijkbaar toch in business blijven. Dus het kan wel. Ja, en Wikileaks is ook een voorbeeld. En ik ben ook een voorbeeld, want ik heb gewoon in zekere zin 6 jaar zonder bankrekening geleefd. En nou heeft mijn bedrijf een bankrekening. Maar dat is het grootste probleem in mijn hele leven, is die hele bankrekening. En dan moet ik iedere maand 80 euro op hebben staan. En dat is een hele hoop gezeik elke keer. Mm-hmm. Ja. Ik las trouwens overigens, ik zag er net een tweet van Paul Buiting. Die zei van, eigenlijk, de banken zijn, zoals ze nu gereguleerd worden, zijn eigenlijk nutsbedrijven. En dan kan je helemaal niemand weigeren. Banken hebben een zorgplicht richting de mensen sowieso. Ja. En ze zouden helemaal niet mensen zo mogen uitsluiten. Ze leveren een essentiële dienst in deze maatschappij. Het is een beetje raar dat banken zeggen, ja, we gaan zomaar iemand weigeren. Maar de overheid zegt tegelijkertijd van, ja, de banken moeten doen zoals wij ze opdragen. Eigenlijk worden ze zo zwaar gereguleerd dat ze moeilijke klanten gaan weigeren. Maar ook dat de overheid eist dat je een bankrekening hebt. Zoals jij net vertelde van, ja, je moet een minimumloon moet je een minimaal op je rekening gestort krijgen. Dan eisen ze dat je rekening hebt. En ik vind dat hetzelfde gaat met onderwijs gebeuren. Als zij zeggen, wij eisen dat je kinderen gevaccineerd zijn voor onderwijs. En wij eisen ook dat je onderwijs neemt. Dan eis je eigenlijk dat kinderen gevaccineerd zijn. En anders denk ik, dat kan je eigenlijk niet doen. Dat is een hele interessante die je daar roept, meneer Beukelman. En eentje waar ik ook bij begeisterd ben. Omdat als we het die kant op gaan duwen, ik heb 2 dochters in het onderwijs zitten. En it ain't gonna happen, weet je. Ik moet iets anders verzinnen op het moment dat ze dat doen. Ja. Want, ja, je moet je ook net als bij Bitcoin, je moet je lateraal gaan organiseren, denk ik. Dan moet je zeggen, nou, trek ze van die school af. En ik denk dat dat niet eens zo'n groot gemis is, want waarschijnlijk gaan die scholen, die zijn zo slecht op een gegeven moment, dat je die kinderen daar niet eens meer naartoe wil. En dan moet je met ouders gaan organiseren om samen wat te regelen, zeg maar, buiten het systeem om voor onderwijs. Ik denk dat als ouders dat nu zouden gaan doen, dat je een hele grote winst zou halen. Ik heb heel veel ouders ontmoet die gewoon heel veel kennis hebben, artsen, mensen die in laag zitten. Dus dat zit echt wel goed. Maar ja, ik heb mezelf. Ik denk als je dat probeert te organiseren, dat je dat best wel lastig kan krijgen. Als jij op Nextdoor zegt van ik zoek een groepje mensen om samen onderwijs te gaan doen, dat je aangegeven wordt door sommige lui. Nee, dat kan je niet Nextdoor doen. Maar ik weet, het is heel, heel karig in Nederland. Maar dat is een stuk of 200, 300 ouders die voor homeschooling hebben gekozen. En ook daar infrastructuur voor aan het opzetten zijn. En ik denk, ja, qua leren is toch ook gewoon meedoen, ambacht. Is een belangrijk dingetje. Dus, ik hoop het, zeg maar. Ik heb altijd gezegd toen ik kinderen kreeg van dat onderwijs, daar vertrouw ik niet in. Ik zal het zelf moeten doen. En iedere keer weer. Ja, ergens is het nou rekenonderwijs is, ik weet gewoon, ik moet het mijn dochters leren, want het onderwijs gaat het ze niet leren. Om verbanden te zien tussen alle dingen. Alle staatsgereguleerde en staatsgecontroleerde dingen worden gewoon steeds slechter. Net zolang tot je wel iets parallels moet gaan doen. En andere mensen ook iets parallels moeten gaan doen, denk ik, daarnaast. Want nu kunnen ze nog zeggen van, nou, dit slik ik wel. Maar de volgende stap is elke dag een booster shot en het wil helemaal zingen of zo. En op een gegeven moment haken er steeds meer mensen af. En je ziet nou in Amerika al dat die onderwijzers zijn zo goed beschermd dat ze eigenlijk niet meer terug willen. Ze willen helemaal geen les geven. Ze willen gewoon thuis blijven zitten en hun salaris behouden.
En zoek het maar uit. Ze vinden het te gevaarlijk om naar school te gaan vanwege de pandemie. Dus die vinden het allemaal wel best. Ik denk dat het hele onderwijs gaat wegvallen, maar dat je nog steeds je belasting ervoor moet betalen. Nou ja, er zit een component aan. En dat is die what about the children, weet je wel. Er zit een bepaalde morele hoogdravende component aan dat onderwijs. En daar kun je ze eigenlijk nog altijd wel op plakken. Als je met de leraren praat en dat soort dingen. Je zegt van oké, dit is wat ik wil voor mijn kind. Ik voel mijn vader hier ook altijd heel erg sterk in. Maar dat is gewoon mogelijk. En daar heb je de mazzel dat het idee over onderwijs en het leren van de nieuwe generatie, zeg maar, dat een moreel hoogdravend iets is. Dit is pure ervaring, hoor. Ik bedoel, ik heb het van meegemaakt. Het hele rare is altijd dat je zou zeggen dat de overheid in de ene kant heeft een hele korte time preference van de eerste volgende verkiezingen hooguit en zoveel mogelijk graaien en uitgeven. Aan de andere kant, met dat hele onderwijs, lijken ze soms een enorme lange tijdsvoorkeur te hebben. Dus als je kijkt wat er, zeg maar, met de weatherman, die hadden aangekondigd dat ze de march through the institutions zouden gaan doen. En alle instituten langzamerhand links zouden gaan maken. En dat heeft 30 jaar geduurd. En dat is eigenlijk gewoon gelukt. Dat ze alles bereikt hebben wat ze wilden. En dat lijkt ook bij hier het geval dat academici, de media, onderwijs, dat hebben ze eigenlijk allemaal geïnfiltreerd op een hele langdurige manier. En zijn ze er allemaal mee weggekomen. En je spreekt over infiltratie van het linkse gedachtegoed in het onderwijs. Ik ben in een dorp, op een dorpsschool opgegroeid, wat ik juist gewoon heel autoritair en rechts vond. Want ik dacht van, ik heb hier helemaal niet de ruimte om de dingen te ontdekken die ik wil weten. En het gaat dan weer over hoger onderwijs, hè? Naarmate de diploma's en de titels in zicht komen, gaan mensen zich wat rechtser gedragen, inderdaad. Daar ben ik met je eens, Orsi. Rechtser gedragen als de titels in zicht komen? Maar het wordt juist gebuigd naar de andere kant, vind ik. Noem jij die hele woke shit en zo, van chest milk en heb je dat... Ik had laatst gezien ook dat want nou is dat Afghanistan, maar ja, er zal nog wel een berichtje over komen misschien. Maar dat Afghanistan heb ik me nou ook een klein. Ik zal het me even voor me houden. Ik zal even niks zeggen. Maar daar gingen ze dus ook allemaal, voordat ik het vergeet, hadden de Amerikanen de afgelopen zoveel jaar ook allerlei genderstudies. Aan de Universiteit van Kabul, de gelijkheidsdingen. En dat dus, die Afghanen die dat dus gewoon. De militairen zeiden, we hebben liever niet dat dit soort lessen gegeven worden op dit moment, want het is alleen maar olie op het vuur bij die mensen, want dat willen ze nu helemaal niet. En die zitten daar helemaal niet op te wachten. Dus, nou ja, goed, ik zal nog even stil zijn, want er komt nog een berichtje. Dus. Ja, ja. Eerst gaan we nog even over de ambtenaren hebben. De provincieambtenaren die krijgen een coronabonus van €750. Want ze hebben zo hard gewerkt daar, hè. De provincie. En je moet op een gegeven moment ook rekenen met dit soort dingen. Is dat dus eigenlijk geeft de overheid zichzelf hier een bonus. Want dit is extra inkomst die dan op de hoogste tarief wordt belast. Dus dit is gewoon €300 subsidie voor de overheid. Van die 750. Ik weet niet of het nog zo is. Maar ik heb vroeger dus bij de provincie in de catering gewerkt. Moest ik koffie rondbrengen, hè. Die mensen waren gewoon te lui om naar het apparaat te lopen en het in te schenken. Dus ik kwam met zo'n karretje met koffie langs. Van, wilt u nog wat drinken, meneer? En dan kon je gewoon op het scherm kijken. Ah, dit was 20 jaar geleden. Maar dan zaten ze allemaal patience te spelen daar. Ik heb gewoon geen... Ieder scherm waar ik voorbij liep, zat dat patience spelletje open. Ja, 20 jaar geleden had ik bij TNO ook. Toen was er ook een koffievrouw die langskwam in een wagen. Dat is echt. Ik heb wel in een gemeentehuis meegemaakt. Het was 10 jaar geleden of zo. Dan had ik ook nog een koffiekarretje. Dat is echt een overheidsdingetje, denk ik. Hè? Nou, ik heb dus in het weekend bracht ik de koffie rond. En dan tijdens de weken dan werd het voor mij gebracht. Dus dat was wel een leuke balans. Okay. Dat heb ik zo. Dus ook...
Nou ja, dat was drie jaar tijd van mijn leven, denk ik. Ja, het punt is een beetje dat zijn ook allemaal banen die dan, zeg maar, beschermd zijn, waar wij niet weg kunnen. Ze willen gewoon nooit iemand ontslaan. En ja, ook als die, we hadden ook bijvoorbeeld iemand die stond bij het kopieerapparaat en die gaf je dan een stapel papier om een kopietje van te maken. En dan ging hij er een kopietje van maken. Welkom bij de overheid. Maar die zit dan bij de Avocado, hè? Dat is ook nog de ergste vakbond die er is, hè? Nou, maar ergens kan ik dat wel begrijpen, Peter. Hè? Want dat is makkelijk. Dan zorgt hij gewoon dat iedereen die kopietjes allemaal in zijn postvak ontvangt. En dan hoef jij je daar verder. Kun jij gewoon over jouw dingen blijven nadenken. Nee, maar hij was ook het was ook een beetje een zwakbegaafd iemand. En die had daar de baan. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Kijk, want het was eigenlijk gewoon... ik begreep dat na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, ook gebeurde in Engeland. Dat je veel mensen die misten een been of een arm of een oog of zo. En dan die kregen zo'n baantje om, ja, weet ik veel, iemand zijn pasje aan te nemen met in te klokken en dan weer. Om echt te voelen dat ze nutteloos zijn, zeg maar. Want het enige wat ik nog kan doen. Het gevoel hebben van ik neem toch deel aan de maatschappij. Ja, maar eigenlijk is dit het bekende gezegd, hè? De overheid breekt je been en geef je dan een kruk. Ja. Want ze hebben eigenlijk namens het land hebben ze gevochten, hun been kwijtgeraakt en dan krijgen ze als. Vervanging mogen ze dan helpen met inklokken. Ja. Het is de overheid. Nou ja, in ieder geval dan krijgen ze nog €750 ook, hè? Bonus, ja. Maar dat moeten ze dus wel, hou dat in de gaten, ik denk tenminste 40% belasting vanaf. Ja, ze krijgen betaald uit belastinggeld en dan moeten ze... Ja, en dit gaat dus weer, wordt gerecycled. Dat is €300 subsidie naar de staat. Dus jij zegt, als het hoogste tarief nou 99% maken of zo, dan kunnen ze gewoon zeggen, ambtenaren krijgen er 3 miljoen per maand aan salarisverhoging bij. Dan... Ja. Ja. Ambtenaren, yes. Zo'n speciale... Oh ja, 99% belasting. Zo'n speciale schaal om de GDP wat op te hogen. Zo. En dan ja. Eén iemand die ontvangt dan 20 miljard. De GDP multiplier is dat al. Ja. Ja, en dat gaat allemaal naar de staat zelf, dus dan kunnen dan maar uitgeven wat ze willen. Of meer dan 100% belasting, zoals ooit met Björn Burk het geval was in Zweden. Dus dat die mensen eerst juichen, yes, ik krijg er een ton per maand bij. En dat is, 105.000 per maand aan belasting, omdat we nu, dat heb ik ook wel eens, dat die 52% zou het hoogste schaaltarief zijn in Nederland. Maar dat is niet zo, je kan ze op 56% moeten betalen. Omdat er, dan zeggen ze, ja, we hebben, doordat we, jij een bonus kreeg, hebben we een of andere teruggave te optimistisch ingeschat voor jou. En die gaat er dan ook af. Dus je betaalt 52% belasting, plus je moet een stuk terugbetalen van een soort vrije voet, zo die je daar niet meer hebt. En dan ben je uiteindelijk 56% kwijt. Tja, die is voor Jannie. Klopt helemaal, hè. Wat? Ja, maar zo zitten ze dus gewoon te rekenen, want dat weten ze van al die mensen precies hoe dat zit met hun betaling. Want ze hebben al die gegevens hebben ze dus. Ja, misschien was 750 wel gunstiger om te geven dan 700 voor de overheid. Ja, gaat allemaal net door een bepaalde schaal heen of zo. Ja, dan valt alle kinderbijslag of alle, weet ik veel, kinderopvangvergoeding. 10 jaar terugbetalen, heb je een schuld, jongens. Ja. Helemaal geruïneerd door deze promotie. Komen er allemaal van die Demmingse kinderen opkopen en zo. Van ja, mevrouwtje, we weten wel een oplossing. Daar worden we gelijk geband. Dit is het dat je nou niet moet zeggen. Dat is, daar gaat het YouTube-kanaal. Nee, sorry. Okay. Dit is Johan's kanaal, dus dan laat ik hem wat meer gaan. Misschien moeten ze dat ook gaan belasten, zeg maar, zo'n YouTube-kanaal. Dat 50% belast, dan mag de overheid gewoon 50% van de inhoud eruit halen, naar ze kiezen. Dan belasten ze 70% en dan halen ze gewoon 70% van de inhoud eruit. Dan moet je er gewoon de hele tijd reclame verplicht draaien. Zo. Dan moet je eerst twee uur reclame draaien voor 5 minuten uitzending. Of patriotistische volksliederen of zo. Marsmuziek. Ja. Hollands vlag, je bent mijn glorie.
Goed jongens, ik ga nog even verder. We hadden nog wat andere berichten. Even kijken hoor. Het houdt niet op, niet vanzelf. Zo zou ik ook wel zeggen, de bureaucracy is expanding to fit the needs of the expanding bureaucracy. het houdt voorlopig niet op. Er komen steeds meer ambtenaren bij. En hier staat dus, even kijken, wat is het? 5000 ambtenaren erbij? 500. Van 15.500 naar 16.000. Oké. Okay. Het duidt gewoon. Nee, maar er staat 5000 banen bijgekomen. En dan geven ze een nummer aan. Nee, 500. Ze zeggen in de laatste 3 maanden van dit jaar 5000 en in de afgelopen maand 500. Denk ik. Oh nee. Nee, de openstaande vacatures tegen 500. Ja. Dus er worden 5000 banen ingevuld en de vacature stijgt. 500 BOA's. Dat zijn natuurlijk allemaal BOA's. Dit is gewoon de BOA avalanche. Ja, en uiteindelijk is iedereen dus ambtenaar. En de enige taak die je hebt is het meedoen aan medische experimenten. En elke 3 maanden wordt er wat ingespoten waarvan je niet weet wat het is. Maar je krijgt gewoon elke maand geld en je denkt er niet bij na. En het is allemaal... Ja, dat is inderdaad al zo. Ik hoorde dat laatst ook van in Amerika moesten alle federale medewerkers, zelfs in sommige staat of zo was het, moesten ze een dubbel masker dragen en dan zich laten inspuiten. En er wordt wel eens gezegd van nou, bij de overheid zit je goed, want je kan niet ontslagen worden, je krijgt gegarandeerd betaald en dan wel loonsverhoging en geweldige pensioenregeling en zo. Want, ja, maar nou begint de downside wel zichtbaar te worden. Je moet gewoon alle injecties maar nemen die ze kunnen verzinnen. Je bent gewoon een Pfizer proefkonijn en je draagt al 2 face masks ook. Ja, nou ja, en dat is mijn voorspelling. En mijn voorspelling is ook, het komt er gewoon aan. En ja, de mensen plaatsen, er zijn nog steeds mensen die memes plaatsen met, je weet niet wat er in een frikandel zit, dus waar maak je allemaal druk om? Die eet je toch ook? En dan eet ik dat vaccin wel. Maar ik eet geen frikandel omdat ik weet wat erin zit. Ja. Ja, ach ja. Maar jij verkoopt ze natuurlijk. Nee, ja, in Breda is de singelloop afgelast. Dat is in oktober een hardloopwedstrijd rondom het water. En dat wordt ieder jaar gedaan, 35-jarig jubileum. Kan dan voor het tweede jaar niet doorgaan. En dat is omdat ze, ze noemden er een woord voor. En toen zei ik, goh, ik ben toch benieuwd hoe genocide en discriminatie bij dit ene woord wat jullie gebruiken hoort. En dat schrijf ik dan in zo'n Breda-krant, weet je wel. Dus ik kende de mensen die mij een beetje. En dan zeggen ze, Joosje, laat het nou zitten. Doe dat nou niet. Maar ja, je moet er toch iets van zeggen. Sla het nou op. Je gaat gewoon lekker rennen met z'n allen. Ik snap het niet. Ja, ik zie hier nou ook dat... ik denk dat die politici ook het idee hebben van... er zijn 20.000... banen bijgekomen. Er kwamen in het openbaar bestuur en de overheidsdiensten ten opzichte van het eerste kwartaal 5000 banen bij. Vergeleken met precies een jaar geleden zijn er zelfs 20.000 banen bijgekomen in het openbaar bestuur. Dus ze hebben 20.000. En ik denk dat die mensen ook echt denken dat ze werk creëren. Dus zij stelen geld uit de vrije markt. En eigenlijk maken ze bijvoorbeeld restaurants onmogelijk. Dus dan gaan ze restaurants sluiten, al die serveersters en koks, die nemen ze dan aan als BOA. En dan hebben ze het idee dat ze werkgelegenheid gecreëerd hebben. Terwijl, nu kan je niet meer in een restaurant eten, maar je kan nog wel beboet worden alleen door een BOA. Uiteindelijk is het zo, als jij dus op negatieve rente kan lenen, kun je beter iedereen vandaag de dag nog als ambtenaar maken. Want dan maak je daar gigantische winsten op een gegeven moment. Ja. Maar het punt is dat je niet oneindig op negatieve rente kan lenen. En dan verliezen dus ook al die mensen tegelijkertijd hun baan. Maar en misschien dan... gaat het gewoon door tot aan de sunset van de euro. Dus dan ga je gewoon... dus dat het niet negatieve rente, positief en dan einde is. Maar gewoon negatief, negatief, boom. En dat die afgeschaft wordt of zo. Of vervangen wordt door een nieuwe euro. Ik blijf er nog steeds bij, al die huizen worden op een gegeven moment gewoon opgekocht. En dan huur jij gewoon voor het bedrag van je hypotheek. Hey. En dan is de rente opeens wel positief, zeker.
En dan gaat het weer veranderen. Ja, na dat evenement gaat er weer wat veranderen. Ja. Dat is een fijn vooruitzicht. Dus jij zegt short huizen. Nee, want die huizen die worden allemaal afgetikt op de waarde die ze vandaag de dag in de boeken tonen. Want die gaan gewoon, die worden gewoon geconfiskeerd. Dus dat maakt niet uit op welk bedrag dat ze staan. Dat is gewoon het bedrag waarvoor het in de boeken zit. Ja, maar meestal wordt de overheid dus even de geldkraan dichtzetten. En dan flikkert alles in elkaar, want dat is gebaseerd op die enorme toestroom van geld. En dan zeggen ze, oh, er is een crisis. Alles heeft een bail-out nodig. En dan nationaliseren ze eigenlijk een heel stuk van de economie. En dan begint het weer vanaf vooraf aan. Dat is een beetje de modus operandi waarop ze... Ja, maar dat is dus vorig jaar al gebeurd, wat jij nou zegt. En daardoor hebben we nou allemaal mensen die van die uitkeringspotjes graaien. En nu komt er dus iets nieuws aan. En dan worden al die mensen worden aangenomen als ambtenaar. En dan weten ze precies van iedereen hoeveel dat ze verdienen. Want dan heeft er niemand meer een eigen bedrijf waarmee dat hij een geweldig idee tot iets veel groters kan uitbouwen. En... Nou ja, en dan heb je ze in principe, kun je daarna weer de volgende stap doen. Ik denk, wie durft er nou nog ook een restaurant te beginnen? Nou, ze zat hier doen hoor. Nu nog? Ja, ik wil ook een restaurant beginnen, ja. Ik spreek af en toe nog mensen die werken aan de catering en dan vraag je, wat wil je gaan doen? Nou, later wil ik mijn eigen restaurant beginnen. Ja, voor hun is het de passie, weet je wel. Als je weet dat je een jaar dichtgegooid kan worden. Of ja, dat je opeens een vaccinpaspoort moet accepteren. Vaak denken ze niet zo ver na, weet je wel. Dan weet je gewoon... ik denk dat als jij naar de bank gaat om een lening te krijgen... of zelfs naar je familie of zo... dat die zeggen van... restaurant, succes. Maar, Peter, kijk, als jij een restaurant hebt... dan kun jij dus eten kopen. Hè? En daar ben je eigenlijk... en dan kun je ook nog mensen herbergen... of huisvesten. Dus dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt in het leven. Om het zo maar te zeggen. Want je bent je eigen eerste klant. Hey, het is wel leuk, een restaurant, maar ik denk gegeven de randvoorwaarden waar de overheid nu met restaurant... Dus, je moet gewoon dan zeggen, oké, we gaan alleen nog maar adverteren in underground dingetjes met crypto. En de overheid weet niet eens dat wij een restaurant runnen. Maar we zorgen er wel gewoon voor dat het lekker eten is. Ja. Nou, wat heel veel mensen, als ik dan met mensen praat, heel veel mensen die denken anders dan ons. Hè? Zitten in een andere bubbel. Laatst zei ik nog tegen iemand die wilde dan een restaurant beginnen en die zegt, het gaat toch allemaal beter. Straks zijn we allemaal gevaccineerd, gaat alles open en dan is het allemaal voorbij waar we nu mee zitten. Ja, ik denk van nou, volgens mij komt er nog een derde, zoveelste golf aan en een mutatie. Een zevende booster, een derde, na 2 weken vierde, vijfde shot. Ja, je hebt pas net 1 prik gehad. Ja, het gaat nog even 10 jaar door hoor. Ja, dan zie je hem even kijken. Nee, dat zal echt niet zo zijn hoor. Ja, wat dat betreft zijn de meest optimistische mensen, die krijgen de hardste klappen natuurlijk. Maar ik vermoed dat mensen die kapitaal uitlenen voor zoiets, dat die toch wel denken van ik ga het toch liever ergens anders insteken dan in een restaurant nou. Of een hotel of zo, die hele toeristenbusiness, hoe moet dat nou... Ik heb niet het idee dat ze dat gaan loslaten, zeker als die climate changers daar hier een... de negatief overnemen. Ja, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... kijk, ik ga de jongen ook niet proberen zijn droom weg te nemen. Nee. Ik zeg altijd tegen iedereen... volg je droom, volg je passie. En in dit geval zeg ik ook tegen zo'n gozer... ja, ik ga er ook niet mee in de discussie. Nee, volg gewoon je passie, hoor. Ik bedoel, uiteindelijk is dat toch altijd het beste advies... wat je iemand kan geven. Ah, je ziet ook in Frankrijk... lange termijn. Begrijp ik nu dat... die restaurants weigeren die coronapaspoorten te controleren. Mm-hmm. En ik heb nog steeds het idee dat de overheid gaat het zo ver opvoeren... dat ze het, dat ze het door de tolerantiegrens heen drukken. Dan heb ik wel eens het idee van... ga er maar voor, joh. Doe maar een coronapaspoort. Doe het maar overal voor. Voeg er nog maar 26 dingen aan toe. Want op een gegeven moment dan zullen... Dus dan keert de wal het schip wel, zeg maar. Terwijl als ze het stabiel zouden houden, dan zouden ze nog best wel mee kunnen wegkomen. Dan raken mensen eraan gewend en zo, maar ze gaan gewoon flink doorpakken en ze gaan het steeds erger maken. En elke 5 minuten een shot en met zo'n Erlenmeyer met vaccinvloeistof aan je dat stok lopen. Ik denk dat
dat het nog wel eens een voordeeltje kan zijn. Ja, ja. Maar ondertussen, we hebben nog berichten. We gaan even naar onze Libertarian Moment toe, want die is geweest. Ik weet niet of je het gemerkt hebt. Hoppakee. Kijk of die werkt, hè? Oh, volgens mij werkt die niet. Ja, daar komt het, zie je? Dat was even een beeld, Ron Paul. Want Jack Dorsey die heeft iets getweet en niet zomaar iets. Hij heeft een e-book van het notabene van de website van het Mises Instituut. Heeft hij getweet en dat was even gewoon een klein URL'tje. En het leidde naar het boek van Murray Rothbard, Anatomy of the State. Ja, ik weet niet, jullie hebben allemaal gelezen natuurlijk, hè? Ik lees heel weinig, Johan. Ik heb ook dit boek niet gelezen. Foei. Ja, foei. Volgens mij heb ik deze. Jij hebt hem ook niet nodig. Jij hebt hem ook niet nodig. Ik hou er allemaal niet zo van. Ik heb van Bitcoin heb ik een tijdje wat gelezen en verder. Ik kijk allemaal filmpjes. Maar de vraag is, wat bedoelt Jack hiermee? Ja, want er stond helemaal geen commentaar bij. En ik vind het toch een beetje verdacht. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij Rothbard gelezen heeft en het retweet. Ik las net van Twitter bijvoorbeeld, dat mensen die gaven commentaar dat de Taliban, die geeft gewoon commentaar op Twitter. Over de laatste stand van zaken. Die hebben een Twitter-account. En Trump is nog steeds geband. Klopt. De Taliban volgt de regels. En de Babylon Bee zat er al grappig over te doen. Trump sneaks back on Twitter by disguising self as Taliban spokesman. En dan zie je een account. Don Hamed Trumpistan. Dan zie je Trump met zijn baard en zijn tulband op. Maar het is wel. Het is toch een absurde tijd, jongens. Het is natuurlijk wel raar. Alex Jones en alles wordt allemaal geband. En de Taliban die geven rode commentaar op Twitter. Ja, het is absurd. Het is echt te gek voor woorden. Als je het zo inderdaad naast elkaar legt, dan is het gewoon. Als je kijkt trouwens bij Jack Dorsey, wie hij allemaal volgt. Hè? Ja, hij volgt 4.500 andere Twitter-kanalen. Maar daartussen zit onder andere, hij volgt weinig politieke partijen trouwens. De People's Party, dat is een hele kleine socialistische partij. Die eigenlijk nooit meer wat getweet heeft sinds een paar jaar. En hij volgt sinds een paar maanden of zo, de Libertarian Party Mises Causes. Die volgt hij. Ja, misschien is hij tot één keer gekomen of zo. Ik weet het niet. En hij volgt Stephen Kinsella. Ja. Dus, en nog een paar dingen. Scott Horton ook, geloof ik. Ik las een paar van die kanonnen erbij. Ik denk van nou. Ja. Misschien is het iemand die alleen Twitter gebruikt als hij boos wil worden. En dat hij allemaal dingen opziet waar hij op getriggerd wordt. Ja. Maar ik heb zo'n idee dat hij dit soort dingen post. Van eens even kijken wat de reactie daarvan is. Het lijkt me interessant. Ik vond het wel interessant, maar eens even kijken hoe dit valt. Ik laat het even een luchtballonnetje. Want hij zei er voor de rest helemaal geen commentaar bij. Dus dan kan hij altijd later nog zeggen. Ja, wat een vreselijk boek is dit. Hè? Wat een vreselijke opvatting. Ik was even benieuwd wie er reageren. Nu weet ik dat ik hun moet bannen. Ja, en ik denk dat ja. Misschien was het een honeypot. Ja, dat geloof ik ook niet. Ik heb ook niet zo het idee dat Jack Dorsey nou zo enorm veel invloed heeft als CEO binnen Twitter. Want ik weet dat hij ooit een keer, was er zo'n censuurdiscussie bij, volgens mij was het bij Joe Rogan, over die, hoe heet hij ook weer? Tim Pool zat er ook bij, Joe Rogan, en iemand die geband was, waar ik nou weer even de naam van kwijt was. En Tim Pool begon het een beetje voor hem op te nemen. En Jack Dorsey zat erbij met een advocaat van Twitter. De een of andere troela. En hij leek niet eens te weten wat er allemaal geband was van zijn platform. En die advocaat die zat het een beetje te verdedigen. En ik heb het idee dat hij zit vooral te mediteren in een hutje of zo. De hele grote beslissingen. Met DMT op of zo. Dat is wel zijn image inderdaad. Want Jack Sparrow, die ziet er beter uit.
Nee? Af en toe kijkt hij wel heel vaag uit zijn ogen. Dan denk ik van, wat de fuck gebruik jij voor drugs? Maar... ja, nee, maar ik hoor dat die... iemand had een keer een stuk geschreven. Ik kon het helaas niet vinden. Het was wel heel interessant dat iemand denk ik een jaar geleden of zo geschreven. Dat was toen hij een beetje in de ook in de Bitcoin kwam. Hè? Dat hij in één keer positief over Bitcoin was. Daar allemaal uitlatingen over had. En toen zag je in zijn tweet dat hij steeds meer Bitcoiners ging volgen ook. Mm-hmm. Dus, die had toen een stuk geschreven. Dat ging over hoe lang voordat hij... zichzelf libertariër noemt. Want omdat, ja, Bitcoin is wel een beetje een gateway naar libertarianisme. Dus, ja, hoe lang, en wat zijn de fases, weet je wel, die hij dan heeft. En die kwam dan ook, in dat stuk stond ook, ja, op een gegeven moment gaat hij over Mises en Hayek of Rothbard posten. Dus die had dat stuk weer even in die dingen gegooid. Maar ik heb het later nog even terug proberen te vinden. Ik zag wel een hoop verwijderde tweets, maar ik kon dat stuk niet vinden. Dus misschien is het verwijderd. Dus dan staat er alleen maar verwijderd, hè? Staat er dan. Ja, ik denk dat als hij een beetje tot inzicht komt, dat hij dan snel uit zijn eigen uit zijn bedrijf werkt. Ja. Ik had daarom ook de meme gemaakt van dat hij. Zie je Jack Dorsey, die houdt zo dat boek omhoog. En dan staat Biden erachter met zo'n bord van. Jack, apstaatje Jack, banned from Twitter in 1, 2, 3. Oh, ja. Zag hem ook, ja. Ja. Dus, ja, goed. Ja, in ieder geval, het was wel een interessant stuk. En dat die zei van, nou ja, het zou best wel kunnen zijn. Of tenminste, hij vond het logisch dat hij, omdat hij zo geïnteresseerd is in Bitcoin, dat hij daardoor ook steeds libertarischer wordt. En er stond ook nog bij, dus dat hij is in tegenstelling tot Zuckerberg en die andere gasten, is hij echt wel een self-made man. Weet je wel? Dus hij is... Ja, het is wel zo ook dat Twitter was eigenlijk langer free speech dan bijvoorbeeld Facebook of zo. En veel andere platformen. Hij er bleef meer op overeind. Bijvoorbeeld Jeff Berwick, die was bijna overal vanaf gegooid, YouTube en maar nog wel zat hij op Twitter. Dat was zijn laatste safe haven, zeg maar, nog, waar hij nog toegestaan was. En ik denk dat hij, ja, dat Twitter heeft wat meer vrijheids iets dan, maar ik weet vrijheid, vrij spreken bijvoorbeeld, die zijn ook van Twitter, ja, min of meer afgegooid of ik merkte zelf ook laatst, ik kwam op een verdwaalde pagina van Facebook-account terecht. En daar stond gewoon op, ja, je waarschuwing, warning dat je dit hebt gepost. En we understand you make mistakes, stond er al bij. Het was zo'n plaatje van, the war is not meant to be won. It is meant to be perpetual, van Orwell. En daar hadden ze de war doorgestreept door COVID-19 of zoiets. Dat kon je niet posten, zoiets. Dat was misinformation. Maar ja, dat was nog in het begin. Ik vraag me af, als je dat elk jaar herhaalt, deze post, of ze na 10 jaar nog steeds de durven weg te halen als misinformatie. Maar Twitter is wat relaxer. Dus het zou kunnen zijn dat hij wat meer op de relaxed kant zit. Maar nog... Het is natuurlijk een Silicon Valley bedrijf. Dat betekent dat er een heel leger van die woke figuren die moeten in zijn bedrijf zitten. Je kan gewoon daar geen bedrijf runnen zonder dat je dat soort figuren hebt. En hij zat daar bij Joe Rogan ook met zo'n Indiase dame die van het legal department was. En die zat al die censuur allemaal te verdedigen. En hij leek een beetje iets van, ja, daar heb ik niet zoveel verstand van. En de vraag is ook, hoe ver wordt dat gewoon aangestuurd door de overheid? En is dat zeg maar verplicht? Want het is al bekend nou dat het Witte Huis gewoon op Facebook zegt van... hey, dit moet weg en dat moet weg enzovoort. Ja, dus, maar het mag alleen niet bekend zijn dat het Witte Huis dat dan vraagt. Dat hebben ze inmiddels al toegegeven. Ja. Oké. Okay. Voor Facebook, die Psaki, die heeft dat al toegegeven. Ook een YouTube heeft bij Blackbox een keer geschreven vanuit overheidswegen... Ja. Ja. Toen heeft Blackbox daarop gereageerd en toen was het weer verdwenen. Maar er stond toen wel, en hij maakt overal screenshots van, dus ik geloof dat wel van hem dat zo was. Ja, want dan kan je natuurlijk via wet openbaar bestuur gaan opvragen van welke ambtenaar, naam en toenaam, heeft dit gedaan. En met welke reden en zo. En dan moeten ze daarop antwoorden. Nee, en dat...
Op het moment niet, want sinds de COVID-19 is heel die WOB is opgeschort. Okay, ik krijg alleen maar zwarte pagina's teruggestuurd, hè? Ja. Maar ja, ik denk dat ze nog steeds liever een soort vrije marktbedrijf ertussen hebben als buffer. Dat die de klappen opvangt van alle mensen die gecensureerd worden en de haat. En dat zij op de achtergrond gewoon alles controleren. Maar dat ze altijd kunnen zeggen, ja, het is een vrije marktbedrijf. Die kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen iedereen eraf gooien die ze maar willen. Ja. 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 Maar dan gaan we even... Oh, wat wilde je nog wat zeggen, Josje? Nou, langzaam wordt er wel andere infrastructuur opgebouwd. Dat je dus niet meer per se via YouTube je filmpjes hoeft te bekijken. Maar ze hadden natuurlijk wel ze zijn gewoon de grootste van de markt. Als je je filmpje op YouTube plaatst, wordt die 10 keer vaker bekeken dan waar dan ook. Hmm. Dus, maar dus ook daar, ze maken zichzelf gewoon steeds meer onmogelijk. En ik denk dat steeds meer bedrijven, wat je krijgt is dat eerst worden Alex Jones eraf gegooid. Dan krijg je een aantal mensen aan de periferie die denken van wij lopen misschien ook gevaar. Moeten maar eens een beetje een backup gaan bouwen. En ik heb dat zelfs zien gebeuren bij die Bitcoin show. Dan zag je twee presentatoren. Die ene die zei van maak jij je geen zorgen tegen die andere dat wij er een keer afgegooid worden. Want voor je het weet zijn wij terroristen of complotdenkers of zo. En die andere zei nee hoor. Want wij zijn helemaal geen complotdenkers. En die zag het gevaar totaal niet aankomen. En uiteindelijk zijn ze inderdaad van eraf gegooid. Dat betekent, en dat was gewoon een Bitcoin show. En dat betekent dat steeds meer mensen die gaan dat als geloofwaardig zien. Dat zij er binnenkort ook afgegooid worden. En gaan een ander alternatief zoeken. Ik denk dat dat proces zich alleen maar versnelt dan. Is de Bitcoin show er helemaal afgeflikkerd? Of? Ja, die is van YouTube af. Oké, ik zag hem inderdaad niet meer bij mijn tijdlijn voorbij komen. Ja. Hij is nog steeds als podcast, maar... Ja, maar hoeveel... Ja, YouTube. Ik vraag me dan af hoeveel mensen luisteren de podcast en hoeveel zien dat op YouTube. Want ik denk dat die verhouding, op YouTube kijken er veel meer mensen dan dat er dus naar een podcast, dat ze überhaupt die podcast gaan vinden. Snap je? Dat is ook een ding. Ja. Mensen hangen een beetje op YouTube te niksen of de filmpjes te kijken. En dan komt er iets voorbij wat ze leuk vinden. En zodoende, dat heeft YouTube wel wat anderen niet heeft. Want ze hebben een heleboel content gewoon. Ik werd laatst nog door Jeff Berwick benaderd. Ik dacht eerst dat het een fake account was. Dat is meestal zo, ja. Dat zou je wel zeggen. Dat ik denk, dit zal wel niet zo zijn. Ik zeg, even het zien van Facebook for a while. En dus toen zei hij, ik zit tegenwoordig op Library of op Odyssey heet dat nou weer. Dus ik denk, oké, als dit een scam-account is, dan... Maar ja, ik ging nog steeds vanuit, het is een scam-account. Dus ik zat ook niet helemaal serieus te reageren. Maar later dacht ik van, wacht even. Hij heeft ook helemaal daarna nooit iets gezegd over... Ik heb een of andere coin die je moet kopen of een... weet je wel. Dus ik denk, volgens mij was het wel de echte, weet je wel. Die gewoon zijn lijstje afgaat om iedereen te vertellen dat hij daar zit. Ik volg nog steeds dollarvigilante.tv, want er staan ook een paar leuke het begint ook een clustertje te worden waar allemaal interessante contentmakers op staan. En dat is wel knap, want ik denk dat heel weinig mensen naar jensen.nl toe gaan om dan alleen naar de Jensen video te kijken. En er is niks anders op die Jensen. Maar bij dollarvigilante, die zijn er nog een paar andere. En je zou daar, als je een clustertje hebt waar je nogal dingen, wat verschillende dingen kan zien, dan wordt het natuurlijk wel wat interessanter. Ja. Maar we moeten verder. Okay. Ik heb hier nog een berichtje, die kwam volgens mij van jou, Peter. Over Transavia passagier. Transavia passagier wacht door koffer chaos uren op bagage en draait helemaal door. Ja, super irritant. Ik ben vandaag ook teruggekomen met Transavia. Okay. En op de heenweg was ik al een beetje geïrriteerd omdat ik wist dat die kofferchaos er was. En dat ik er eigenlijk weinig zin in had om mijn bagage niet bij aankomst aan te treffen.
Ze waren extra vroeg weggegaan. Maar vanmiddag kwamen we dus terug. Ja, het is allemaal klein leed. Hè. Gooi het er maar uit, Lucas. Gooi het eruit. Maar, ook klein leed is leed, hè? Daar was ik net toevallig ook even een Twitter-posting voor aan het maken. Maar toen kwamen we op Schiphol en dan ga je op een gegeven moment naar die bagageband. En daar wacht je op de bagage. En ik kwam dus al in een hal vol met mensen. En er zouden ook van die grappige 1,5 meter stickers staan en dan op de grond geplakt. Maar het was loaded met mensen die allemaal zaten te wachten op die Transavia vluchten. Waarvan de bagage veel later op de band werd gemieterd dan dat er aanvankelijk werd aangegeven. Dus krijg je vlucht op vlucht op vlucht die daar zaten te wachten. En ja, sommige mensen trekken dat gewoon niet. Dus ik las ook Twitterberichten van mensen die om 2 uur 's nachts staan te wachten. Ja, als je dan ook nog een keer je nachttreintje mist die elke uur gaat, ja, dan word je daar gewoon zwaar pist van. En ja, de een kan daar beter mee omgaan met dat soort situaties dan de ander. Maar ja, mensen worden boos dan. Dus, en ja. Dit is ook echt de laatste keer voorlopig dat ik weer met Transavia heb gevlogen. Want ik ben het gewoon... Maar komt dat dan door Transavia? Specifiek? Nee, ja, ze hebben namelijk... Heeft iedereen zijn eigen bagageafhandeling dan? Ja, iedereen kan zijn eigen bagageafhandelaar kiezen. En zij hebben een nieuwe gekozen. Viggo, dus niet Ziggo, maar Viggo. Hm. En die waren wel lekker goedkoop. Maar die hadden ook wat minder goede arbeidsvoorwaarden. En toen bleek dat het vliegverkeer wat ging aantrekken. Hebben andere bagageafhandelaars, die ook weer plotseling meer mensen nodig hadden dan ze dachten, hebben bij Viggo-medewerkers gelobbyd van, hey, hier bij ons kun je 1 of 2 euro per uur extra verdienen. En vervolgens is een deel van het bedrijf dus leeggelopen. En zat Transavia met het probleem. Maar het bedrijf wordt ingehuurd door Transavia, dus Transavia is gewoon responsible en ook accountable. En die moeten er dus voor zorgen dat het gewoon goed komt. En als je dan ook keek bij de verloren bagagemeldingpunt, ik weet niet hoe dat heet, maar dat stond vol met koffers daar. Dus ja, mensen die worden daar echt niet blij van. En ja, een beetje, ja, je kan wel zeggen van dat zijn mensen die agressievelingen zijn, dat zijn Trump-fans, dat zijn Wilders-mensen die boos worden. Maar het zijn allerlei soorten mensen die dan boos worden in dat soort situaties. Dus, ja. Toch denk ik dat de Marokkaanse moeder minder snel boos wordt. Ja, dat vermoed ik ook. Het zijn vaak van die mensen die zichzelf enorm belangrijk vinden, die dan over de zijk gaan. Waarvan ik het gepost had, was omdat we waren een beetje de trend aan het volgen op Vrijheid Radio van... Vakantie is één grote ellende. Je moet het eigenlijk niet willen. Oh ja, klopt, Dat was begonnen met... Man stikt in een stukje vlees in Italië of zo. En allemaal van dat soort berichten. Zuid-Frankrijk. Okay. Wat was in Zuid-Frankrijk? Zuid-Frankrijk, En in Italië was iemand verdronken of zo? Was een familiedrama. Had iets met een bootje of zoiets. Dat weet ik niet precies. Ja, maar van die berichten dat je denkt van waarom krijg ik te horen dat er iemand een stukje vlees tikt in Frankrijk. Hè? Maar en dat had ik hier ook weer bij dat idee. Van, ja, een man flipt door, of die slaat door omdat hij lang op zijn bagage moet wachten. Ik denk dat iedereen er wel iets bij voor kan stellen. Maar dit schetst een beetje, dit kleurt een beeld van een vakantie. Daar moet je echt maar verre van blijven. Dat moet je eigenlijk niet willen. Nou ja, als je niet van... je moet in ieder geval bij Transavia wegblijven. Bij KLM gaat het vermoedelijk wel goed. Die hebben ook andere afhandelaars. Maar dat weten mensen niet. Die zien dat en die denken, oh, ik blijf uit het vliegveld. Dus ik kan me wel voorstellen dat... Er wordt gewoon een negatief gevoel rond gecreëerd. Ja, om vliegen ook maar tegen te gaan. Hm. En ik ben dan zelf als ongevaccineerd... heb ik dus ook gewoon geprobeerd even hoe dat ging... Maar het was wel te doen eigenlijk. Heb je ook tegen iedereen gezegd dat je niet gevaccineerd bent? Zo'n t-shirt met vrijheid erop. Ja, ik heb me niet gevaccineerd. Kijk, omdat er dan ook iemand door het lint gaat. Zo, dat iedereen loopt te triggeren. Nou, ze gingen allemaal voor jou opzij.
Eigenlijk het vliegtuig inlopen met zo'n injectienaald in je schouder. Gewoon, dat die er nog uitsteekt. Zo. Ja. En op de heenweg heb je dat testen voor je reis of zo. Nou, dat was eigenlijk best wel oké. Okay, want het was gewoon eindelijk eens keer een prettige test. En op, oh, was dit zo'n anale? Was het zo'n anale test? Nee, dat was Klaus dat niet prettig. Swap. Maar, en je moest dan wel voor Spanje in te komen, moest je nog wel een of andere bizarre webformulier moest je invullen, waar echt elke logica van brak en waar je dezelfde gegevens meerdere keren moest invullen. En op de terugreis moesten we wel, dus dan moesten we gisteren ook nog zo'n antigeentest doen. Dat was dan €40. Nou, en dan kom je daar in zo'n Spaans ziekenhuis en dat is echt één grote bureaucratische tering, zo. Dus eigenlijk boffen we in Nederland nog maar. Maar voor de rest viel het wel heel erg mee. En het was €40 per test, dus we hadden 3 personen die getest moesten worden. Dus €120 extra aftikken, maar we hebben heerlijk weer gehad. 28 tot 35 graden, jongens. Wat boeit het? Hier in Nederland is het gewoon winter geweest, man. Ja. Nou, ik heb hier echt helemaal weglopen smelten, hoor. In, ik wil het nog even opnemen voor... Even lekker om meten hier. 14 graden even... buiten. Ik wil het nog even opnemen voor Transavia, want ja, kijk, wat heel veel mensen niet beseffen is, nou, wij wel hoor, maar dat heel veel, de oorzaak van heel veel leed ligt in principe altijd bij de overheid. Hè? En er is een tijd geweest dat vliegen gewoon spotgoedkoop was. Mijn vrouw heeft letterlijk voor een cent gevlogen een keer naar Scandinavië met Ryanair. Ja, cool. En, heb ik ook nog een theorie over, hoor. Ja, maar op een gegeven moment is het gewoon, die hebben kerosinebelasting en wat er kwam allemaal belasting en milieubelasting en huppakee. Het hele vliegverkeer wordt gewoon volbelast, hè. Ze wilden wel nog steeds... ook een ticket, inderdaad. En nou, op Schiphol meer een deel van belastingen stond er gewoon expliciet bij. Op meer een deel van het ticket. Ze willen ondertussen wel de goedkoopste blijven, maar op moet je ook niet vergeten... Op betaal je geen accijns op kerosine. Nou, nee. Een van de enige luchthavens in de wereld. Ze komen al die milieubelastingen, zijn daar voor in de plaats gekomen. Snap je? Oké. Maar zo heeft het wel kunnen groeien. Ja, maar dan moet je niet vergeten, KLM en al die shit, dat zijn gewoon feitelijk weer staatsbedrijven nu, hè. Min of meer, deels. Maar dat is, die krijgen allemaal voordeeltjes. Ja, Transavia is wel van KLM, geloof ik, hè? Ja, klopt. Maar die zijn dan weer, in ieder geval, ja, die zijn dan desondanks de dupe, want ze zijn wel redelijk onafhankelijk, toch? Ze mogen wel hun eigen beleid toch uitstippelen? Air France minder dan KLM. Nee, maar ik bedoel Transavia. Transavia. Transavia minder dan KLM. Dus Transavia is meer gestandardiseerd over de landen heen dan KLM. Dan heeft gewoon iemand met een Excel sheet lopen staren en gedacht van, hey, daar kunnen we wat geld besparen bij de Transavia. Ja, het was wel een moeilijke tijd natuurlijk met die hele, in het begin van die hele lockdown shit. Ik bedoel, niemand nam het vliegtuig nog. Ja, absoluut. Vorig jaar, toen waren we ook... Het is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar, want al die bedrijven... Ten eerste... Nou, oké. Even... Vertel. Ja, het is hartstikke lastig, al die overheidsregeltjes. Maar tegelijkertijd krijg je dus ook gewoon een hoop geld toegeschoven en... Ja, niet allemaal, hoor. Niet allemaal. Ik denk dat Ryanair geen cent krijgt, bijvoorbeeld. Ik denk dat KLM dat eerder krijgt, omdat dat, de overheid zit daar met 15% in. Ja, maar dat is sowieso al de steun die ze krijgen natuurlijk. Hè? Ja, maar omdat het deels van de overheid is, dan worden die eerder gered dan een ander bedrijf. Snap je? Zit die Limburger nog van het CDA, zit die nog bij de KLM? Hoe heet die nou? Dat is Camille Eurlings, maar die is nu volgens mij op de Antillen een of andere airline proberen wat van te maken. Kansloos natuurlijk, maar goed, dat weet iedereen daar op die gaat gered worden, let op mijn woorden. Ja, die gaat daar nog weer een keer vreemd, krijgt die andere vrouw en dan een of andere Zwaanse en dan is hij, gaat hij weer ergens anders naartoe. Hij redt zich wel, hij is lachende derde denk ik, wat dat betreft. Ja,
Goed, dan gaan we even naar, we gaan gewoon even verder, de University of Minnesota. Hebben een onderzoek gedaan. Oh jongens, nou dit moest echt onderzocht worden hoor. Dit is echt serieus. Ik denk, ja, wie wil hem even voorlezen? Want ik denk dat ik echt mijn lach niet meer kan inhouden. Kijk, ja, ik moet even klikken. Want University of Minnesota digs into why people with generous unemployment benefits take longer to find work. mensen met een dikke uitkering duurt langer voordat ze de baan hebben. Hoe zou dat nou komen? Ja. Maar serieus, dit is, dit moet een keer onderzocht worden natuurlijk. Hè? Onderzocht door Marcella Outlaw. Leuke naam. En dan staat, maar dan moet er eigenlijk nog een komma achter. But makes it easier to govern. Weet je, dat was het makkelijker om ze. But makes them very docile and easy to control. Oké. Waarschijnlijk een hele lange studie. Het zal vast een hoop geld gekost hebben en heel veel tijd. Ik heb tegenwoordig met heel dit gebeuren, nou het ligt er zo dik bovenop dat degene die betaalt, bepaalt gewoon de uitkomst van zo'n studie. En er is een of ander potje geweest voor dit soort werk. En het is ontzettend kort door de bocht hoe dat ik het nou zeg, maar ik neem het aan dat iemand dat opgeschreven heeft. En, er zijn toch ook allemaal van die studies van... onderzoek naar het paringsgedrag van lesbische bosmeer of zo. En daar kan je gewoon weer op binnen tikken. Dus, ik denk ook dat valt volgens mij ook weer in het onderdeel van... Je zorgt dat mensen zoveel mogelijk nutteloze kennis hebben... waar ze zich niet mee kunnen redden in de vrije markt. Want dan zijn ze ook afhankelijker. En, dus het is niet alleen de generous... de opleiding boa. Benefits. Ik heb de opleiding BOA afgerond. Ja, daar kun je voor de rest helemaal niks mee in de vrije markt natuurlijk. Maar je kan alleen maar bij de overheid werken, dan ben je ook. En als jij op je cv hebt staan, wat heb je zo al gedaan? Nou, ik heb allerlei studies verricht. Oh, interessant, dat kan je misschien bij ons ook doen. Wat voor studies? Nou, bijvoorbeeld waarom mensen met een dikke uitkering minder snel een baan vinden. Oké, we bellen misschien nog wel en toedeledoki. Dus ja... Als je dan helemaal afhankelijk bent, dan zit je in het circuit van de overheid, kan je alleen maar terecht. En dan ga je ook dingen schrijven die de overheid wil horen. Mm. Want dat is je enige reddingsboei die je hebt. Ik had een bericht van Nicky Sterkenburg nog willen doen, maar die is die had hij naadloos op aan kunnen sluiten. Wat heeft die Muppet gezegd dan? Nou, dat is ook iemand die onderzoeken doet die de overheid goed uitkomt. Dat is... Zinloze bullshitbaan heeft hij, maar goed. Wind je niet te veel op, Luca. Nee, het was mij ook opgevallen dat Edward Snowden die tweette dat. En die tweette een quote van Joe Biden uit juli 2021. Dat is nog niet zo heel lang geleden. The Taliban is not the North Vietnamese army. There is gonna be no circumstance where you see people being lifted off the roof of an embassy of the United States from Afghanistan. Joe Biden, juli 2021. Dus dat is een maand geleden of zo. Mm-hmm. En dan zie je hieronder een foto van een Chinook helikopter die boven de Afghaanse ambassade hangt en daarnaast een foto van de Chinook helikopter die boven de Vietnamese ambassade hangt om de mensen uit te halen. Daar dacht ik ook van, dit is ongeveer het niveau van voorspellen van de overheid en zo goed kunnen ze ook het klimaat voorspellen en de economie en al die andere dingen. En ze hebben dus een hele leger van voorspellers in dienst en wetenschappers en wijsneuzen die allemaal zinloze of foute voorspellingen doen. En daar kan je alleen maar mee overleven binnen de overheid. Dus je weet gewoon dat je geen schijn van kans maakt in de vrije markt. Mm-hmm. En die wetenschap alleen al, die zorgt dat je maar één ding kan doen. En dat is gewoon schrijven, uitvinden wat de overheid wil dat je schrijft. En dat dan gaan schrijven ook. Het is ook een beetje wat Daniel eerder zei nog over als hij iets wat bij gaat verdienen, dat het allemaal wordt achtergehouden. Of dat je er dus niks aan hebt. Dat je de eerste zoveel uur bezig bent om je belasting te betalen. Ja. Maar die noemde de Taliban al. Hier een berichtje. Taliban
op het presidentiële paleis om te onderhandelen. Dat is weer oud nieuws. Ja, inmiddels al oud nieuws. Om te onderhandelen met de transfer of power, zeg maar, en de machtsoverdracht. Ja, snel gegaan, hè? Nou, ik had het helemaal niet in de gaten dat er iets aan de hand was. Okay. Ja, het was een hele smooth transition, was het. Smooth. Ja, behalve dan die vliegtuigen. Ik weet niet of je dat gezien hebt van die grote transportvliegtuigen, dat ze dan op die wielen zitten. En... Ik heb ook een filmpje gezien van dat vliegtuig, terwijl het aan het ronddraaien is. Maar ik weet nog steeds, ik heb het niet... Ja, het is wel een trein in India. Als je in de lucht hangt en die mensen vallen naar beneden toe. Ja, of dat filmpje waarbij iemand in het landingsgestel hing terwijl het vliegtuig... Ja, die ging landen. Oh, dat is echt een kut filmpje was dat. Maar ja, wel een heel bijzondere tijd waarin we leven. Het werd volgens mij al eerder gezegd van ja, dat is bizar wat er nu gaande is. En hoe dit gaat aflopen, ja, is natuurlijk nog maar te bezien. Maar het begint er natuurlijk gewoon bij Afghanistan 20 jaar geleden... Ten tijde van 9-11 was gewoon een land wat een noordelijke alliantie had en een ander deel van Afghanistan wat bezet was door de Taliban. Ja, bezet. Ik bedoel, we zijn ook bezet door de Nederlandse regering nu, zou je kunnen zeggen. En daar is Amerika of de NATO is zich daarmee gaan bemoeien. En dat hebben ze 20 jaar gedaan. En niet alleen door het boefje te pakken, maar... ook allerlei andere dingen uitproberen en een democratie te brengen, zoals Clinton mooi wil zeggen. Genderstudies introduceren op de Universiteit voor Kabul. Ja, heel belangrijk natuurlijk. Kunnen ze niet zonder. Nu is het natuurlijk wel interessant om te zien wie en hoe er gereageerd wordt. En wat bij No Agenda Show op zich al 1 of 2 jaar geleden werd gezegd dat er... Ja, gewoon voor €1 triljoen aan waarde aan grondstoffen in de grond zat daar. Dat zie je nu opeens wel in de media komen. Dat was toen vrij stil gebleven. Maar nu plotseling zie je van, oh ja, China is wel mogelijk geïnteresseerd in die 1 triljoen aan waarde. Daar wilde ik naartoe gaan werken, ja. Dat zijn inderdaad volgende berichten. Ja. Daar wil ik nog wel kanttekening bij zetten. Ik las zo'n tweet voorbij komen van een Pulitzerprijs journalist van CNN. Dus ja, je moet je maar afvragen wat het waard is. Maar die vertelde, ja, ik wist dat het misging in Afghanistan toen ik hoorde dat boeren daar betaald werden om nep trainingskampen van Taliban te bouwen. Die dan vervolgens gebombardeerd werden. En dan werden ze ook nog betaald om de scherven van die bommen te verzamelen. En die konden ze dan weer terugverkopen. En Northrop Grumman ging daar dan waarschijnlijk weer nieuwe bommen van maken. Om die vervolgens weer nieuw op een nep trainingskamp te gooien. En zo in het rondje. Ik denk dat het de grootste winst voor dit is niet de grondstoffen die er zitten. Maar de grootste winst is het belastinggeld van Amerikanen. In de zakken van Northrop Grumman pompen en allemaal dat soort bedrijven. Naast de corona is dit er gewoon ook een grote cash cow geweest natuurlijk. Hè? De afgelopen 20 jaar na de 9-11. En de heroïne natuurlijk. Hè? Ja, maar dat zijn die grondstoffen die daar zitten. Hè? Dus die rekenen we bij die triljoen. Een soort lithium. Lithium en heroïne. Maar ik hoorde ook laatst, die Scott Horton vertelde dat nog. Dat was ik helemaal al vergeten. Maar dat oorspronkelijk hadden ze natuurlijk toen Bush... Na 9-11 naar de Taliban ging en zei van, hey, Osama Bin Laden. Toen zeiden ze gelijk, oké, we leveren hem uit alleen maar naar een islamitisch land. Nou, dan kan je gewoon Egypte voor kiezen, Saudi-Arabië of Indonesië of zo. En die leveren hem dan gelijk weer door naar de VS. Stom geworden, hè? Dat is niet officieel uitgeleverd, hè? Mm. En toen zei Bush, nee, bekijk het maar. Toen ging die bombarderen. Toen zeiden ze, oké, we leveren hem uit naar elk land wat je maar wilt. Toen zei hij ook, bekijk het maar. We gaan gewoon door met bombarderen. Dus dat sloeg al nergens op. Dat was net zoals in Japan met die atoombommen. Dat was al overgegeven en dan tot doorgaan. En toen zijn ze naar die Tora Bora gegaan, waar hij zich dan schuil zou houden. Met van die mooie plaatjes van hele ondergrondse bunkers à la James Bond achter. Wat er helemaal niet onzin bleek te zijn. En toen er zijn ook 2 boeken over geschreven van mariniers die zeiden, nou, het is ongelooflijk, wij wilden die gast daar insluiten, maar we werden bij elke stap tegengewerkt. Dus we willen daar naartoe en daar naartoe. Nee, mocht niet. We willen dat doen, nee, mocht niet. Dus
En toen ontsnapte hij naar Pakistan. Dus het lijkt er gewoon op dat zij bewust wilden dat er geen einde aan die oorlog kwam. Die oorlog moest er gewoon komen omdat zij daar gewoon flink hun zakken op gingen vullen. En dat is ook gebeurd. En nou, na 20 jaar. En het rare is natuurlijk ook dat Joe Biden, die daar groot voorstander van was, en die eigenlijk zorgde dat de Democraten niet tegen die oorlog stemden, dat die zijn zoon is daar naar Irak toe gegaan dan. En die heeft daar in die burning pits gewerkt, die goede zoon, zeg maar, boze goede zoon. En die burning pits, dat zijn dan van die grote gaten waar ze nieuwe computers in gooiden, in de fik staken en dan weer nieuwe bestelden. Want dan zeiden ze bijvoorbeeld, ja, er staat een verkeerde virusscanner staat erop. Nou ja, steken ze allemaal in de fik, in zo'n grote burning pit. En dan bestelden ze weer nieuwe. En dat is dus ook een geweldige winstpakker natuurlijk. Ze hadden hele vrachtwagens, ja, als het oliefilter vuil, dat er stof in zat, dan kan je natuurlijk gewoon oliefilter schoonmaken en nieuw doen. Maar je kan ook de hele vrachtwagen wegflikkeren en een nieuwe bestellen. Het complex is natuurlijk blijer als je een nieuwe vrachtwagen bestelt. En die Bo, die werkte daarin, die stak het allemaal in de fik. En die heeft uiteindelijk breinkanker gekregen, waarschijnlijk door alle chemicaliën die daaruit komen. En die is daardoor, die is daaraan overleden. En nou heeft hij alleen nog zijn hunterzoon, die gewoon ook helemaal mjoch is. Waar die hele familie die gaat eraan. Zijn vrouw is overleden en zijn ene zoon en zijn andere zoon die staat... Die Hunter die komt ook in steeds meer memes voor, hè? ja. Dat is ook onvermijdelijk natuurlijk. Dit is echt een explosie aan memes nou deze week over Biden en allebei. Zowel hij als zijn zoon duiken overal op. Ja, maar het is ook zo raar dat er over Trump gezegd werd van... Ja, dat is een agent van Poetin, want ze hebben een seksvideo van Trump... dat hij over het bed plaste van die prostituees, waar Obama dan in geslapen had. Zo. En daar zou hij mee gechanteerd worden. Daar was en dan gaan ze anderhalf jaar zoeken, kunnen ze niks vinden. En Hunter Biden die staat gewoon op video met een Russische prostituee... tegen wie hij uitlegt dat hij gechanteerd wordt door Russen... die zijn laptop hebben gestolen met seksvideo's. en de media zwijgt daar als het graf over gewoon. En allemaal weggecensureerd. Dit is toch wel... Ja, dit is wel ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Ja, dan hebben we ook nog de president van Afghanistan. Die heeft de benen genomen. Met een beetje geld. Ja, een beetje geld natuurlijk. Hè. Je moet, als het land uitvlucht, moet je natuurlijk de douanebeambte omkopen. Het waren slechts koffers. Het hadden ook van die lijkzakken kunnen zijn. Met lijkzakken vol of cash staat er. Het was zelfs zoveel geld dat hij niet eens zijn helikopter kreeg. Ja, er zijn wat pallets blijven staan, geloof ik. Ja. Oh jee. Oh, wat gebeurt hier? Ja, mijn die link voor jou, die begint opeens herrie te maken. Oh, oké. Ook voor mij ook, ja. Ja. Maar het was toch, wat was het nou, iets van 100 miljoen of zo? Dat was ook geen spectaculair bedrag, vond ik. Vandaag de dag, hij moet het maar snel omzetten in bitcoin, want ik denk niet dat... Ja, maar dan denk ik, als je het land uit wil vluchten, dan is bitcoin ideaal. Ik bedoel, dat had ze tenminste in Zimbabwe gedaan, weet je nog? Ik ving nog op in dat artikel dat er dus ook een stukje van zijn geld nog uit de auto was gevallen, terwijl het die aan het wegcrossen was. Meestal zat toch in een helikopter, het geld? Ja, nou, dus een deel van dus het geld is... naar de helikopter toe, hè? Is het niet, heeft het niet gered. Want hij is naar Oezbekistan gegaan, hè? Dus, ik weet niet of hij dat dan helemaal gereden heeft, of dat hij dat toch ook al gevlogen heeft. Daar was de helikopter voor, denk ik. Ja, maar zat die helikopter, zat hij dan samen mooie... met het geld of zo? Niet? Ik denk het, ja. Ik weet het niet. Er komt wel een hele mooie C-17 naar waarschijnlijk Schiphol. Die is steeds dichter bij Nederland. Oké, er zit er gewoon helemaal vol met Afghanen. Nou, waarschijnlijk niet. Maar hij kwam uit Georgië. Dat is wel interessant. Ik zit een beetje te twijfelen of ik weg moet gaan even. Maar dat terzijde. Oh, Tbilisi opent. Ja. Maar ga verder. Ja. Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Hè? Dat hebben we al vaker gezien. Toch in Oekraïne is het toch ook een keer gebeurd dat de president de schatkist leeghaalde? Tunesië ook. Tunesië ook, ja. Zijn vrouw zelfs. In Tunesië was geloof ik. Zijn vrouw die was met vliegtuig met goudstaven vandoor geraden. Ja. Dit is ongeveer de echtscheidingsvergoeding. Hartstikke idee.
Alimentatie. Maar ik geloof ook dat de Amerikaanse centrale bank heeft alle tegoeden bevroren van Taliban. Ja, ik weet niet of ze daar nou echt mee zitten. Hadden alles in bitcoin gegooid, hè? Nou ja, kennelijk waren er nog wat tegoeden te bevriezen. Ja. Ik weet niet, ze hebben een Twitter-account nog. Maar, ja, maar het rare is natuurlijk dat er zitten geloof ik 15.000 Amerikanen zitten nog steeds in Kabul. Hè. Die uittocht is gewoon super slecht geregeld eigenlijk. En dat ging ook veel sneller dan zij kennelijk zelf gedacht hadden. Maar die zitten eigenlijk omsingeld nou en door Kabul verspreid. En het vliegveld is omsingeld door Taliban checkpoints. En er zitten nog ook mensen op het vliegveld. Hè. Dus ik vraag me af hoe dat... Hoe dat gaat aflopen. Want eigenlijk potentieel zie ik hier een Iraanse gijzel situatie. Ja. Bij die ambassade hadden ze dan alleen de ambassade gegijzeld in Teheran. Maar ik kan me voorstellen dat ze hier gewoon 15.000 Amerikanen gaan gijzelen. Moet je eens voorstellen wat dat gaat opleveren. Natuurlijk ging de Taliban gelijk al bij de burgers de wapens ophalen. Want die hadden ze niet meer nodig. Want zij zouden wel voor de beveiliging zorgen. Ja, ben even weg, zo terug. Wat ook nog wel grappig is, vond ik overigens rondom Afghanistan. Nou, dit is niet grappig hoor. Nou, maar zijn die filmpjes van waar dan een verslaggever vraagt over bijvoorbeeld vrouwenrechten gerelateerde vragen. En dat ze op een gegeven moment zeggen om te vragen van mag het filmen even stoppen? Omdat ze gewoon daarom moeten lachen. En dan denk ik ook van, snap die verslaggevers nou echt niet dat de Taliban niet toe is op dit moment aan dat soort zaken. Nee. Maar dat er dan toch wel heel schattig is dat zo'n verslaggevers probeert daar... Op een bekende, een beetje zo'n toontje van, dat is heel belangrijk, om dan daar een vraag over te stellen. De homorechten. Zo, dat duurde even voor elkaar van woorden komen. Ik had geen eens gedronken. Oké. Nou, het is natuurlijk heel belangrijk hè, dat er een mening, dat er dan ter plekke een mening is over de homorechten en de LGBTQX, whatever. En de gender equality. Ja, ik weet niet of dat filmpje nou in is gestudeerd of niet. Want ja, die Taliban-mannetjes beginnen dan te lachen. En dan zie je wel een ander soort Taliban-iemand als de brute met geweer in de hand hebbende... Taliban-strijder die dan elke vrouw bij wijze van spreken vermoordt die hij tegenkomt. En je zag echt wel gewoon iemand die ook humor had. En toen dacht ik wel van, wat is dit nou weer voor mindfuck dat dit uitgezonden wordt. Heb je het over die dingen dat ze in de botsautootjes zitten? Of? Nee, die verslaggeefster die vragen stelt over vrouwenrechten. Oh ja. En dat ze dan volgens mij even moeten wachten met filmen, omdat ze even moeten lachen. Ik heb vroeger wel als vrijwilliger in een asielzoekerscentrum gewerkt. En daar kwam toen, dat was nog jaren 90. Daar had je ook veel Afghanen die dan voor de... ik weet niet of het toen nog Mujahideen was of dat het al Taliban was. Maar in ieder geval, ze waren gevlucht voor die moslim-extremisten. En die vertelde ook echt verhalen dat ze daar gewoon aan het martelen waren, weet je wel. Als je, om wat voor reden ook, je hoorde niet bij hun club, werd je gewoon gemarteld. Dus, fuck rechten, weet je wel. Ja. Je ziet nu ook weer filmpjes opduiken van tolken of wat dan ook, medewerkers die hebben geholpen, of de NATO-landen hebben geholpen. Die dan ook wel weer flink worden afgeronseld. Ja, dat zijn niet filmpjes waar je blijft. Er werden ook gewoon mensen vermoord daar, hè. Ja, zo'n klein zeker. Het is absoluut niet prettig. Laat je CNN-verslaggever. Die CNN-verslaggever die dan een paar dagen ervoor gewoon nog zonder hoofddoek aan het verslaggeven was. En in één keer met hoofddoek zat te vertellen: het zijn eigenlijk best wel aardige mensen. Ja, ze schreeuwen dood aan Amerika, maar ze zijn toch heel. Ze komen toch heel lief over of zo. Typische CNN. Zat bijna in de burka, joh.
Oh, jee. Ja, ik vond het ook wel apart. Ik zag zo'n draadje, dan zag je al die mannen achter dat vliegtuig aanrennen en erop klimmen en uit de lucht vallen en zo. En dan zei er iemand, die gaf daar een commentaar onder. Ja, de vrouw, die zijn weer de Sjaak. Want waar zijn die? Die blijven achter en die... Die zitten in dat vliegtuig, dit waren de echternautes. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Die zitten als passagier. Ja, maar daar zaten best wel vrouwen in. Ja, ik heb ook even de film gekeken hoe het van binnen eruit zag in dat vliegtuig. Bijna allemaal vrouwen en kinderen, ja. Maar het is apart dat je kan zien hoe mannen naar hun dood toe gaan ongeveer. Dat je dan zegt, ah ja, het is duidelijk weer een geval waar vrouwen het slachtoffer zijn. Ja. Ik denk dat als jij als man voor de overheid gewerkt hebt daar, dan staat je heel wat engers te wachten dan dat jij een vrouw bent daar. Dan moet je alleen je hoofddoekje omdoen en je krijgt waarschijnlijk een andere man toegewezen. Maar ik denk dat als man dat je het dan, dat wel eens inderdaad veel slechter af kan zijn. Ja. Ja, maar waar was het allemaal om te doen? Ja, het is eigenlijk net al verteld, hier nog twee artikelen, dat 3 weken geleden, die komt uit het NRC, toen waren de Chinezen al aan het onderhandelen met de Taliban. Ja, die 1 triljoen aan grondstoffen ook wellicht mogelijk. Of gewoon lekker Biden fucken, hè? Dus gewoon de US... eronder te krijgen. Nou, of niet, of China heeft gewoon Biden opgebeld. Van, nou, dit is wat je gaat doen. Ja. Anders, want we hebben nog die laptop met al die porno van je zoon en die streamen we dan op Disney Plus. Ja, maar die is al gelekt. Dus wat kan je, daar kan je dan niks meer mee doen eigenlijk. Is die andere homemade porn? Ja, hoewel Hunter Biden in deze video zei, there are videos on with me doing crazy sex en shit. Dat is de laptop die de Russen hebben, maar ik heb nu de laptop die de Chinezen hebben. Maar je vraagt je af inderdaad, wat is... 5 laptops verloren, toch? Misschien is dit nog een relaxte versie dan. Hij zit alleen maar naakt op bed, maar er zijn vast dan ook video's inderdaad waarvan die crazy fucking sex aan het doen is. Ja, die heb ik ook gezien. Die waren al eerder... volgens mij was het de eerste lek. Dat was met een meisje, ja, een van de donkere chick. En dan wordt dan gezegd dat de dochter van Obama is. Maar had dat ieder andere chick kunnen zijn, dat weet ik niet. Dus, Nee, volgens mij de dochter van zijn broer. Van zijn, dit was met een van de donkere grietje. Oh, maar ja, dat lijkt me helemaal sterk, een dochter van Obama. Ja, en die was toen 16 of zo, weet ik veel. Dus, ik weet in ieder geval, ja, dat werd gezegd, maar het had ook een andere griet kunnen zijn. Het was heel, heel onduidelijk in beeld. Je zag alleen maar dat ze donker was. Maar dat laat natuurlijk zien dat hij niet racistisch is. Maar ik denk overigens dat, kijk, het is natuurlijk nu al dat in Afghanistan is het British Empire overleden met de Great Game. Uh-huh. In 1900 en zo. En toen daarna is het Soviet Empire gecrashed. Ook met het idee Taliban eronder te krijgen. Toen is het Amerikaanse empire. Ik denk dat de USSR viel een jaar uit elkaar nadat ze zich terugtrokken uit Afghanistan. Mm-hmm. En dat zou me ook niet verbazen als er met de USA een jaar na deze terugtrekking wat gaat gebeuren. Zeg maar, qua... Trump komt terug. dat er een hele ernstige crisis uitbreekt. Want het heeft natuurlijk wel, ik geloof, $2 biljoen gekost bij elkaar. En niks opgeleverd. Behalve een hele hoop gehandicapten en doden enzovoort. Schuld. Ja, met de Russen was het geval dat wat echt een doodsteek was. Van, want ze zaten al een decennia lang met die... dat je op tv hoorde dat het geweldig ging met Rusland. Het is nog nooit zo goed geweest. En ja, de realiteit was, als ze dan de supermarkt kwamen, een lege supermarkt, weet je wel. Mm. En nu met Afghanistan kregen ze dus gewoon de post van die mensen die daar aan het front vochten. Er was gewoon schrijnende verhalen horen. Dus weet je wel, van ja, we lopen hier alleen maar schaapherders en geitenfokkers te bombarderen. En die schieten onze peperdure helikopters uit de lucht. En waarom doe ik dit? Ik heb iedere avond nachtmerries, dat soort dingen. Dat kregen ze de hele tijd te horen. Ja, maar dat is nou ook zo bij Amerika, denk ik. Nou ja, in ieder geval hier hoor je het ook nog wel gewoon op tv dat het gewoon een verschrikkelijke boel is.
En daar was het gewoon op tv, hoorde je echt alleen maar, Rusland doet het geweldig. En in Afghanistan maakt de ene na de andere overwinning. En ja, dan krijgen ze de post te lezen van precies het tegenovergestelde. En dat was ook echt gewoon de druppel. Waren de Afghanistan papers natuurlijk ook wel een soort koude douche, waaruit bleek dat het één grote money pit was eigenlijk. Waar gewoon één grote corrupte bende om geld in je zakken te douwen. En Trump wilde daar wel wat aan gaan doen. Die had al, dat was ook in de nootje. Ja, die had een modder of vol bombs daar gegooid, hè? Nee, maar Trump had echt hoeveel miljard was dat? Huh? Nee, maar hij had al met de Taliban gesproken, vorig jaar of het jaar daarvoor. En was dus ook al onderhandelingen aan het doen over... Ja, het was zijn datum voor terugtrekking was 31 mei. Dat was Trump zijn idee van uittrekken. Toen kwam Biden en die zei, de Trump zijn terugtrekkingsdatum doen we niet, we doen 11 september. Ja. Symbolisch op de dag van het World Trade Center. Alleen, de aantal stappen die waren afgesproken tussen de regering van Trump of Department of Defense en de Taliban, die zijn niet opgevolgd. En er zijn heel veel stappen overgeslagen. En eigenlijk is alleen maar de laatste stappen uitgevoerd. Overdracht van de macht naar de Taliban. En niet al die stappen die daarvoor kwamen. En dat lijkt hier vooral fout te zijn gegaan. Ja, ik denk dat Trump ook geen enkele invloed had op dat op het leger. Want er zijn natuurlijk al zat legermensen geweest die gewoon met trots hebben gezegd dat ze Trump voorlogen over troepenaantallen en alles. Eigenlijk is het gewoon landverraad, maar zij traineerden dat heel erg. En ik denk niet dat hij daar wat in te zeggen had. Maar eigenlijk was die oorlog natuurlijk al verloren. Die was natuurlijk eigenlijk al 10 jaar geleden was die al verloren. En de enige reden dat er geen slachtoffers vielen de laatste jaren, was omdat er een overeenkomst gesloten was met de Taliban. Waar zonder die overeenkomst zouden ze gewoon over ze heen gelopen zijn. Dus ja, ze wisten dat het gewoon moest aflopen. Je had het alleen wat eleganter kunnen doen. Want nou kwam dit, je kan zeggen Rusland en de USSR was een verrassing. Maar dit is ook een verrassing. Want anders zitten er geen 15.000 Amerikanen daar vast. Plus nog een heleboel lokale lui die ze gecompromitteerd zijn met vertalers en tolken. Mensen die met de Amerikanen hebben samengewerkt. Mm-hmm. Ja. Dus als die allemaal gegijzeld worden straks, dan kan je nog wat krijgen. Dan kan het best zijn dat ze een trillion dollars per maand moeten gaan sturen om die mensen veilig te houden. Slim. Vanuit het oogpunt van de Taliban. Ja, ik kan niet voorstellen dat de dollar dat gaat overleven. Als iedereen ziet dat er een trillion dollar uit de geldpersen daar... Daar printen we wel weer bij. Taliban-stan. Je kan natuurlijk zoveel bijprinten als je wil, maar de waarde gaat natuurlijk wel omlaag. Als China dicteert dat de Taliban een triljoen moet krijgen, dan hebben ze eigenlijk weinig te doen, want China is de grootste holder nog steeds van al die dollars. Ja, maar ze zijn aan het cellen, hè? Ze zijn zwaar aan het cellen. Die krijgen... Ze hebben dus treasuries en daar krijgen ze dan dollars voor. Dus ze ruilen, wat je vorige keer al zei, rente krijgen. Treasuries zijn dollars die rente betalen. Ja, en die ruil je dan in voor niet rente betalen. Dollars die geen rente betalen. Het zou logisch zijn als die Taliban zegt, nee, we willen bitcoin hebben. Maar ik denk dat China misschien wel het volgende empire kan zijn dat zich daar op stuk gaat bijten op Afghanistan. En dat zal natuurlijk nog een lange tijd gaan duren. Maar er is gewoon een standaard methode waarin je verstrikt raakt in dit soort dingen. En China is niet minder een empire dan de VS. Het is alleen zo, in het begin werken ze met honing en aan het eind werken ze met de stok. En de Chinezen zitten nog in het moment dat ze met honing werken. En dan vindt iedereen het geweldig, want ze doen investeringen en er komen dingen en je krijgt allemaal cadeautjes. Maar op een gegeven moment is er een hoop geïnvesteerd. Dan willen die Chinezen er dan wat voor terugzien. Dan komt dat niet, dan sturen ze wat militairen achteraan, of wat militaire adviseurs, of er breken relletjes uit, of dat soort shit. En voor je het weet, zitten ze daar ook vast. Maar dat is nog een eind weg, maar het zou me niet verbazen dat
Chinezen gewoon weer dezelfde fout maken. Want de fout van de Sovjet-Unie die is ook gewoon weer herhaald door de Amerikanen. Ja. En de Vietnam hebben ze eigenlijk gewoon weer herhaald. En Cambodja enzovoort. Ja, aan de andere kant is China best wel, of heeft al best wel wat vaardigheden op dat gebied kunnen opdoen de afgelopen jaren. Door bijvoorbeeld ook in Syrië gewoon economisch gewoon volledig actief te blijven. Ook daar zijn aan zowel de kant van de SDF, dus de voornaamste verzameling van rebellen, en de regering, hebben ze gewoon ook auto's en telefonie-equipment naar binnen gerold en hebben ze daar ook gewoon geld voor gekregen. Kwamen ook gewoon Chinezen naar Damascus en naar Aleppo, toen dat nog bezet was, om daar zaken te doen. En als je het op die manier, als ze het op die manier blijven doen en niet dat politieke erbij halen, dan zou China dat wel eens langer kunnen volhouden in de zin van dat ze niet die geostrategische doelstellingen haalt, maar wel gewoon kan binnenlopen op markten waar Amerikanen en Europeanen niet meer durven te komen. Ja, maar dat uiteindelijk gaat de politiek zich daarmee moeien. En dat zie je in China al, omdat ze hebben nou een oorlog tegen de high-tech-industrie ingezet. Ze hebben Alibaba, Tencent, die hebben ze, al die bedrijven zijn ze aan het zeg maar nationaliseren en die CEO's aan het indammen. En nou hebben ze zelfs de hele private education sector hebben ze illegaal verklaard. Dus ze zijn die economische macht, die is de communistische partij aan het indammen. Ze hebben dat heel lang de vrije loop gelaten. En dat gaan ze niet meer doen. En dat zal, als zij zich meer met de economie gaan bemoeien, dan komen ze ook daarmee. Ik weet dat bijvoorbeeld de Chinezen hadden ook iets van hadden miljarden geïnvesteerd in de Libische oliesector. En toen kwam opeens de NATO daar en knalboom klets toen Gaddafi daar nog zat. En toen hebben ze die mensen allemaal, die Chinezen, hadden ze allemaal Chinese werkers zitten ook. En die hebben ze gewoon moeten evacueren. Ja. Dan ben je eigenlijk gewoon een enorme investeringskwijt. En op een gegeven moment, dan gaan de Chinezen ook zeggen van, ja, misschien moeten we wat militairen meesturen. Om te zorgen dat dit niet weer gebeurt. Ja. En dan, dat hebben ze in Syrië wel gedaan. Daar hebben ze ook militair geleverd. Het begint altijd goed en het eindigt altijd slecht natuurlijk. Ja. Ik had hier nog, trouwens nog een berichtje ook van een paar weken geleden met die onderhandelingen van China en Taliban. Er staat hier, China vraagt Taliban om hulp tegen moslim-extremisme. Oké, maar is de Taliban dat zelf niet dan? Ja, dit is ook wel een aparte invalshoek inderdaad. Nou, maar Chinezen zitten moslims in Oost-Turkije of in Oost-China te onderdrukken. Dus ja, het lijkt me niet dat dat een natuurlijke bondgenoot is van de Taliban. Ja, kijk, maar misschien dat toch het leerproces waar ze in zitten. En dat ze op een gegeven moment ook leren, oh shit, we moeten ook de Oeigoeren met rust laten als wij nog met bepaalde landen handel willen drijven. Want ook in Afghanistan, of vanuit Afghanistan, werd er in China, de Oeigoeren kregen vanuit Afghanistan ook steun van rebellen om de Oeigoeren. Ja, dat is natuurlijk een part of the deal natuurlijk. Hè. Ze hebben natuurlijk van, ja oké, wij willen best wel zaken met jullie doen, maar houden jullie dan de Oeigoeren in bedwang? Dan kunnen jullie van ons dit en dat krijgen of zo. Mm. Ja. Ja, nee, dat is wel logisch, ja. Ja. Ik had hier, nou ja, goed, dat hebben we eigenlijk al besproken. Dat was, dus in de kantlijn staat het artikel ook, de complotdenker bankiert maar elders, zegt de bank. Oh, ja, ja, ja. Ja, hier nog China, die wil, even kijken hoor. Die wil Afghaanse grondstoffen, er ligt nog voor meer dan 1000 miljard. Ja, dat hadden we eigenlijk al verteld. Dus, dat is zo'n inschatting waarvan je kan zeggen, ja, 1000 miljard, dat hangt er vanaf hoeveel dollars er zijn natuurlijk. Nou ja, op de koers van vandaag gaan we daar vanuit. Ja, ja. Dat is ook maar een schatting, want ik bedoel, ik ken het verhaal misschien wel van
Je had zo'n stukje niemandsland, hè, vlak onder het drielandenpunt. Dat was toen het vierlandenpunt. Dat zat neutrale zone. Moresnet. Ja, Moresnet. De reden dat dat er kwam was omdat ooit iemand bij de bank had lopen opscheppen dat er voor 1000 jaar aan, hoe heette die grondstof? Zink. Ja, zinkmijn. Ja, zinkmijn, ja. En dat zou voor 1000 jaar liggen. Nou ja, binnen 50 jaar was die helemaal leeg. En, maar ja, dit is gewoon, die hebben lopen opscheppen om die investering te krijgen. Dus dat is nog maar de vraag of er echt zoveel ligt. Want voor hetzelfde geld... Het hebben het over zeldzame edelmetalen. Ja, Maar als je daarop klinkt op die link, dan gaat het helemaal niet om edelmetalen, maar om rare earth metals. Ja. Dus, Tesla-batterijen. Ja, en dat molybdium en zo, en voor staal en voor magneten en... Maar ja, ik vraag me af hoe dit in Amerika gaat vallen, want ik las ook al van die berichten, dit is het einde van de New World Order, dit is zo'n tegenslag, daar komen ze nooit meer van terug van Afghanistan. Ik dacht ook van, er zijn al zo vaak dit soort dingen. Nee, die New World Order, die is nou dus gewoon geïnfiltreerd in de People's Republic of China. Hè, die hebben inmiddels... in China Amerika gaat weer een ander land binnenvallen. Venezuela, let maar op. Nee, ik heb eerder het idee dat ze binnenkort een keer naar die domestic terrorist gaan. Want ze zitten dat heel erg te hypen. Elke Trump supporter is een domestic terrorist. En libertarians stonden er ook al bij, hè? Ja, dus, en je mag ook niet over 9/11 praten. Mag niet. Nee, inderdaad, vaccinweigeraar. Allemaal dat soort mensen, dat zijn allemaal terroristen eigenlijk. Ik denk dat ze die nou, want ze pakken het liefst natuurlijk altijd hulpeloze groepjes aan. En zowel Afghanistan is zo'n land, Jemen is zoiets, Vietnam, Cambodja. Het zijn altijd landen die ze makkelijk te baas kunnen, die ze gewoon helemaal plat bombarderen. Ja, en maar aan de andere kant, Trump supporter kunnen ze pakken. Ze hebben daarvoor, ik weet niet, voor 2 triljard of zo aan een wapentuig hebben ze daar in Afghanistan achtergelaten. Dat doen ze ook met een reden. Ik bedoel, dat is dat gaat pick up the gun, hè? Heet dat. Ja, nou dan, ja, wat bedoel je? Dat bedoel dat de winst daarover, is gemaakt, hè? De winst daarover is gemaakt. Ja, oké, maar degene die dat wapentuig oppikt, die krijgt daarna een hele soort bom over zich heen. Dat is altijd zo geweest. Ik denk dat ze gewoon weer terugkomen. Dan gaan ze weer de Taliban bombarderen. Of... Ja, of die gaan met die wapens naar een buurland of zo. Dat kan ook nog. En dan worden ze daar gebombardeerd. Dus, ja. Ja. Ik denk dat er gewoon nog de oorlog gewoon ergens anders gespeeld geworden. Iran of zo, weet je wel. Zou kunnen. Ik heb wel het idee dat het prestige, het verhaal is wel moeilijker te verkopen nou. Want na 20 jaar Afghanistan hebben ze niks bereikt. En dan moeten ze gaan zeggen, ja, we gaan in Syrië gaan we democratie brengen, of in Libië of zo. Dat was ook al een chaos geworden. Maar aan de andere kant kun je zeggen, ja, als je kijkt wat er met Libië gebeurd is, waarom zou Afghanistan dan een verschil maken? Want Libië is eigenlijk is open air slave trade is daar gekomen nadat Hillary Clinton dat ging verbeteren. En deel van Libië. Deel van Libië. Niet overal. Nee, het is niet elke vierkante centimeter dat ze slavenhandel aan het doen zijn, maar het is... het is wel iets wat daarvoor niet gebeurde. Dus ik denk dat je kan zeggen dat geen enkel voorbeeld tot inkeer brengt of zo. Hoewel dit wel een hele zware aanlating is. Ja, wat overigens nog wel interessant is, als aanlating, was dat er ook nog drones zelfs waren achtergelaten. En ik kan mij zo voorstellen dat dan vanuit China dat daar nog wel wat mensen richting Afghanistan zijn gestuurd. Interesse in is, In ruil voor heel veel geld zo'n drone te bemachtigen. Ja, dat er dan binnen no time miljoenen kopieën van zijn. Ja, dat zou nog wel eens heel vervelend kunnen worden voor... Die Chinezen zitten nog met het probleem dat ze geen chipproductie hebben. Maar daar kunnen ze natuurlijk Taiwan voor aanvallen. Alle chipproductie zit in Taiwan, dus als ze Taiwan veroveren, dan hebben ze alle chipproductie in de handen. En dan heeft Amerika ook gelijk, en het Westen, helemaal geen chipproductie meer. Dat is wel een supply chain risico dan, hoor ik nu. Ja, als het alleen maar Taiwan is. Ja. Dat kunnen we eventueel al voorbereiden, alvast dat in Nederland te gaan doen. Veldhoven hebben ze toch ook nog chipproductie?
Nee, ze hebben die. Wat doen ze daar dan? Ze maken die machines om chips te produceren. Oh, maar, okay. Als ze die machines hebben, dan kunnen ze dat toch. Ja, maar dat kan je dus in Nederland niet doen vanwege allerlei milieu shit. En in Nederland is het gebruik. Wij verkopen alleen machines, maar we kunnen ze niet gebruiken. Zo, Philips heeft wel eens geprobeerd hier een chipfabriek neer te zetten. Maar je hebt ook nog een enorme clean room nodig, ook voor die. En je krijgt er afval uit. En dat afval, dat mag je weer niet kwijt hier in Nederland natuurlijk. En, ja. Nou is het wel zo'n noodbreekwet. Dus het kan zijn dat als het Taiwan veroverd wordt, dat ze... Of doen ze gewoon in een Oost-Europese land of zo. Misschien kunnen we toch inderdaad in de Oekraïne een paar van die fabrieken neerzetten. Ja, of zo. Ja, het... ja. Oostblok is groot genoeg. Ja. Ik moet zo wel even mijn dochter halen bij een vriendje van haar. Ja, laten we even snel afronden, want hoe laat is het eigenlijk? Laten we er even snel een eindje aan brouwen. Dan gaan we even nog... we hebben nog wat coronanieuws. Even kijken hoor, waar waren we? Lockdown Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland enter lockdown after a single virus found. Ja. Virus case found. Ik denk dat dat ook nog wel gaat gebeuren. Als ze één virus vinden, dat het hele land wordt shutdown, zeg maar. Eén positieve PCR-test was het toch? Was het nou één positieve PCR-test? Maar bijna 58 als je die niet kan vinden, dan is het gewoon de volgende stap is één virus. Ergens één virus. Ja, lang leven de vrijheid daar, hè? Nee, maar dus, ja, dan hoor je nog zeggen van ja, het was een vrouw. En als een vrouw zal nooit zo'n enorme fascist worden en zo. Want die geven toch geboortes en dat leven zo. Maar dat heb je hier in Nieuw-Zeeland. Enorme tiran. Prime Minister Jacinda Ardern. Vrouwen, hè? Zoals we de kennen. Oh, wacht even. De vrouw des huizes loopt langs. Dus jee. Het gaat om individuen. Mannen kunnen ook tiran zijn natuurlijk. Hè. Ja, van mannen wisten we het al natuurlijk. Maar van de vrouwen was het verhaal dat onmogelijk zou zijn. Maar dat komt niet. Ik denk niet dat het tiran zijn aan het geslachtsdeel ligt. Hoor. Ja, maar goed. Ja, het was mannen zijn vaak wat agressiever. Hè. Dus, dat kan je. Ja. Vrouwen kunnen dat ook zijn. Het was in ieder geval een blij socialistisch kipje altijd. En nu zie je ook dat socialisme weer leidt tot allerlei neveneffecten waarvan ook de bevolking snel genoeg zou afvragen of dat wel zo'n goede aanpak. Of we opa gaan stemmen. Maar ja, die zal wel tot in oneindigheid demissionair zijn, net als in Nederland. Ze is net herkozen. Herkozen? Ah. Oh. Ja, een paar maanden, 3 maanden geleden of zo. Oh man, mensen hebben echt een Stockholm-syndroom, hè? Ja. Maar ik hoorde overal, ik sprak laatst met een collega, die komt uit China en haar ouders wonen nog in China. Mm-hmm. En die zegt, oh mijn moeder, en in China worden geen nieuwe paspoorten meer uitgegeven. Dus ze kunnen niet meer het land uit. Als je paspoort verloopt, kan je geen nieuw paspoort meer krijgen. En die vertelde van haar moeder, die woont daar nog. En die was zo trots op haar overheid. Want die hadden het zoveel beter aangepakt dan waar dan ook. Die COVID-crisis. En daarom waren ze nou van de COVID af. En nou is die hele haven. De grootste haven in Shanghai is ook weer dichtgegaan. Ja. Vanwege één case of zo. Er zijn hele rare dingen waarvan ik me afvraag. Het kan haast niet zijn dat ze echt voor die ene case zitten. Zogenaamd willen ze dan zero COVID houden. Ze willen het gebied helemaal isoleren zodat er nooit COVID komt. En lijkt mij gewoon onmogelijk. En, maar ik heb het idee dat dit ook een economische reden heeft. Dat ze in Nieuw-Zeeland en in Shanghai gewoon zijn hele haven dichtgooien en een heel land dichtgooien. Ja, Want ik las ergens dat Nieuw-Zeeland als eerste zou die rente gaan verhogen. Als een van de eerste. En dat gaat nou niet door vanwege de lockdown. Oké, dit is interessant. Centrale bank invalshoekje van dit geheel. Ja, sorry, ik was helemaal afgeleid door de camera, jongens. Ik had dat even. We hebben natuurlijk nog de Australië, hè? Melkkorf. Moet je melkkorf ophouden, zelfs als je een biertje drinkt? Ja, er was ergens ook zo'n dame die had zichzelf een melkkorf opgestuurd. Oh ja, ja, ja. En toen gezegd van, ik word bedreigd.
vanwege mijn COVID-reactie. Toen bleek dat ze het zelf had besteld. Ja, inderdaad. Met de eigen creditcard ook. Ze zijn ook niet zo super slim, heb ik het idee. Doet me een beetje denken aan die ene acteur, weet je nog? Dan moet je gewoon double down. Jules Croisset. Jules Croisset. Dan double down en dan zeg je gewoon, ik ben gehackt. Ja. Maar leuk was toch. Iemand die, anders die dat ook gedaan had. Die zei opeens, ik ben gehackt, toch? Wie was dat? Ja, ik weet wel eentje, maar dat is... Er was ooit een bakker iets bij Gordon Ramsay. Maar dat is niet echt eentje om daarover te schrijven. Maar Jussie Smollett is iemand die die is dit soort dingen. Ja. Ja, aan de andere kant laten we ook blij zijn met dat soort types. Hè. Dat geeft ook nog wat om over te lachen. Wat show. En de bevolking rekent er vanzelf wel mee af. Ja, op een gegeven moment moeten ze wel verhuizen vaak, inderdaad. Dat ze toch doorkrijgen van, ja, ik zal het ergens anders nu moeten gaan proberen, want dit werk ik niet helemaal. Nee. We hebben nog Biden, die, even kijken hoor, die wil boostershots voor alle Amerikanen. Ja, heel goed. Ja, het was eerst alleen voor de meest kwetsbaren, maar nu iedereen. Nou, uitgebreid. Of heb je allergie of niet? Ja, hier komt de logica van de boostershot voor Yoshi Livo. Het werkt niet. Iets vanuit 2019 werkt dus niet tegen nieuwe varianten of eigenlijk tegen verspreiden of ziek worden of wat dan ook, werkt allemaal niet. Dus doen we het gewoon nog een keer voor diezelfde oude variant. Gaan we nog een keer, terwijl het virus dus aan de lopende band muteert, gaan we gewoon nog even een boostershot met hetzelfde oude middel inspuiten. Dus dat is mijn logica die ik erin zie. En ik snap het dus niet, hè, dat je dat zou gaan nemen. Want als het eerst niet werkt, dan werkt het daarna ook niet. Ik denk dat extra sales is dat. Precies. Ik denk ook niet dat het mensen genezen het doel is, hoor. Dat is volgens mij al heel lang nooit het doel geweest van de farmaceutische industrie. Het doel is winst maken. Ja, maakt niet uit wat je in dat medicijn stopt, zolang het maar verkocht wordt. Ja. Volgens mij hebben we eigenlijk die model al net genoemd met Afghanistan. Van, dat je nepkampen bombardeert om vervolgens die scherven op te laten rapen om weer om te smelten voor nieuwe bommen of zoiets. Dat was het. Ja. Lekker dagbesteding. Het is gewoon net zoiets. Het is gewoon een melkkoe voor die grote bedrijven. Ze kunnen zich weer afrukken op de cijfertjes. Maar ik denk wel dat daar toch een keer wat mis mee gaat. Want tuurlijk. Ik denk dat ze er zo makkelijk over gaan doen. Van, als we hiermee wegkomen, dan kunnen we ook wel nog wat minder testen doen. En nog wat sneller en nog een raardere pandemie uit onze hoed trekken. Ja, maar ja, zolang ze de media in hun zak hebben, is het een beetje lastig om dit te Ja, maar dat eindigt denk ik als er een keer goed misgaat. Ja. Dus het is wachten tot er een krant is die er niet meer aan mee wil doen of zo. Ja, ik denk dat die krant vanzelf komt als er een hele hoop mensen een afwijking krijgen of zo. Dat is al wel een beetje, heeft dat plaatsgevonden. Ik weet nou niet meer precies wat het was, maar zelfs in Nederland dacht ik dat er wel iets van een statement was gemaakt van, nou, we gaan niet alleen nog maar vanuit die overheid mee. Dat is mij ontgaan dan. Ja? Nou, oké, sorry. Volgens mij was het andersom, toch? Nee, er was vorig jaar, heeft de Volkskrant hoofdredacteur uitgesproken dat hij inderdaad in deze moeilijke tijd vooral de overheid wilde ondersteunen in het naar buiten brengen van hun bericht. Maar, oké. Ja, we zijn eigenlijk aan het einde van de uitzending. Ik weet niet of we nog ergens over iets we nog willen doorlullen, dat je nog iets hebt van, hey, what the fuck, dit hadden we eigenlijk nog moeten noemen. Misschien dat luisteraars zoiets hebben van... Ik ben inmiddels 2, het is verdubbeld. Ja, dat ben ik. Misschien dat in ieder geval... Ja, we hebben nog via YouTube luisteraars, Facebook. Een Pjottertje en Flabbergast zie ik hier. Pjottertje is er ook bij.
Misschien dat er nog mensen zijn die luisteren die zeggen, hey, wil je het nog hier iets over zeggen? Dan is nu je kans, dus grijp het toetsenbord. En dan, ja. Misschien kan jij nog wat vertellen over jouw avontuur in Liberland. Nou, ik heb vandaag een show gemaakt. Die kun je terugkijken op twitch.tv/honkelerhangout. Mijn verhaal in Liberland, dat loopt gewoon steeds spaak op het feit dat er te weinig aandacht uitgaat. Op zich is het heel positief te noemen dat er dus ongeveer, er waren ongeveer 50 mensen op het festival. Floating Man, hè, heet dat? Floating Man, ja, noemen ze het. En Liberland die heeft nu dus een, ze zeggen, maar ik ben nog aan het uitvinden of het klopt, dat ze een soort van bungalowpark hebben gekocht. Daar is een man mee begonnen met te bouwen. En dat heeft hij nooit afgemaakt. En dat hebben ze dus half af overgekocht. Dat is het verhaal. Mm-hmm. En dus dat wordt nog gecontroleerd. Kun je me later nog een keer op terugvragen. En daar was in ieder geval wel een festival afgelopen weekend. Van 12 tot en met 14 augustus, met in het begin conferenties. Het punt is dus dat je in dat gebied ontzettend veel muggen hebt. Als het zon ondergaat, dan heb je daar echt een ontzettende hoeveelheid aan insecten rondlopen. Nou ja, dus je ziet hoe het een typisch fit projectje aan het worden is. Hè? Want hij verkoopt de meest mooie bungalows. Maar dan kom je er. Want je hebt hem een keer horen spreken ergens. Bij je lokale libertaire bijeenkomst. En dan denk je, verrek ik ook zo'n bungalow. En dan steun ik Liberland een beetje. En dan kom je in je bungalow. En dan zit je dus wel met heel veel muggen. Snap je? Dus zo zie je alweer hoe dat het een beetje. Donau is natuurlijk een moerasgebied, hè? Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus dat kun je ook weten. Maar in ieder geval, het is best een heel mooi gebied. En er staat dus al een heleboel locaties zijn in principe beschikbaar. Alleen je moet daar dan moet het even inrichten. Hè? Want het zijn alleen de kale hutjes, zeg maar. Ja. Maar om een meertje heen, en het is best wel leuk. Ja, je kan er best wel iets leuks van maken. Dit is eigenlijk, toen ik 2 jaar geleden zei van nou, laat mij op die boot. Toen moesten we zoiets gaan beginnen, 2 jaar geleden. Ze hebben een hele goede donatie gehad, toch? Dit schijnt dus inderdaad allemaal weer gedoneerd te worden vanuit weet ik veel waar. Het zal een cryptohoekje weer hebben. In een Rotscher of zo. Ik heb toch steeds het idee dat hij steeds maar weer toeschuift, ja. Weet hij inmiddels al dat zijn Liberland merit dat hij daar geen bier mee kan kopen? Weet ik niet. Mijn video is wel al 150 keer bekeken. Okay. En meestal zit ik op de 50. Okay. En ik heb het vandaag in alle Bitcoin Cash kanalen rondgebazuind. Dus iedereen kan het gewoon terugzien. Het staat allemaal online. Mm-hmm. Ja. Maar goed, ja, nou, goed, voor jouw YouTube-kanaal is, EFL-liefhebber. Dus ja, om het makkelijk ertussen. Te maken. Ja, om het makkelijk te houden. Nee, zonder streep. Oh, oké, zonder streepje, ja. Oké. Maar als je iets met Liberland of Igulde of Yoshi Livo, dan kom je er meestal wel. Ja, ik zie trouwens niks in de chat over dat mensen, zeg maar... Ik blijf nog steeds, Johanna, blijf ik zeggen, ik zit hier nog steeds met het idee dat Liberland gewoon een ding gaat zijn op een dag. Liberland gaat gewoon op een dag bestaan, daar heb ik de volste overtuiging nog steeds in. En dan niet zozeer omdat Fit er een succes van maakt, maar wel omdat het verhaal succesvol genoeg is, dat het vanaf nu tot en met in de toekomst... Jij kan je toch zelf toch gewoon als keizer uitroepen? Als hij zichzelf president kan noemen, dan noem jij jezelf keizer van Liberland. Ik ben gewoon Yoshi Livo. Ik ben gewoon Yoshi Livo. En ik doe ook mijn ding. Alleen ik bedoel, het is maar een titel, dus... Ja, daarom. Is ook zo. En hij is een president die door niemand gekozen is. Dus ja, kan jij jezelf weet ik veel koning noemen of zo? Of Rijkskansler of zo?
Of weet ik veel. Hebben we nou nog meer titels? Maar dan komen we er dus nooit. Want het gaat erom. Dat is het moeilijke aan het Lieberland gebeuren. Want het zijn allemaal eenlingen. Die, ja. Op de ene of je noemt jezelf clown van Lieberland. Ja, dat doe ik nu. Ik maak er nou maar een lolletje mee. Nee, want we zijn toch met COVID en de opwarming van de aarde en zo. Ja, is wel zo over 10 jaar hebben ze weer iets anders waar ze zich druk over maken, hoor. Dus, als je dan een clownsneus opzet, dan weten de mensen een beetje wat ze kunnen verwachten. Hè? Mm-hmm. Iemand in de chat, jongens. Die, wat zegt hij? Heeft iemand van jullie Tiger King serie gezien? Ik wist wel dat die bestond, ja. Ik weet niet wat het is. Ja, was op Netflix, toch? Was dat van die gast die nou in de gevangenis zit of zo? Of was dat, die blonde, met die blonde, met dat matje. En dan had je zo'n zo'n een of andere bitch. En niet zo met een tijger. Korte samenvatting. Ja, flappe gast. Maar volgens mij had jij hem toch wel gezien, Peter. Ja, er een keer over verteld. Ik heb niet gezien, nee. Ik heb er misschien wel wat over gelezen, maar... Ja, ik heb het wel... Ik heb hem niet gezien. Ik had er wel wat over gehoord, ja. Dat je zo een of andere Karen en... Die viel die man dan lastig, geloof ik, die tijgers had. Ja. Maar goed, Flabbergast, wat wil je ermee zeggen? Zo, inderdaad. Oh, er komt wat binnen. Ja, Joe Exotic was kandidaat. Dat is ook toevallig. Ik heb dus vandaag, nou ja, is dit het waard om te vertellen? Maar nu komt die naam Joe Exotic. Oh, oké. Okay. Dat is kandidaat voor de Libertarische Partij. Oh, dat wist ik niet, joh. Gewoon landelijk of lokaal? Oeh, fuck, ik moet mijn dochter halen. Ik moet vandoor. Hey Lucas, ja, ik spreek je. Yo. Hoi. Sorry. Leuk dat je er was. Yo. Ah, we typen het even in, hoor. Joe. Exotic. Exotic. Ik zou niet zo goed voortekenen over het algemeen. Voorman van de Libertarische Partij. Of verkiesbaar voor de Libertarische Partij. Ja, nou ja, ik bedoel... John McAfee. In no time zit je in chains. Landelijk. Oké, wanneer was dat? Even kijken. Ja, deze gast. Ja, inderdaad, met dat matje. Ja. Even kijken hoor. Jongen, een heel verhaal. Joh. Inderdaad, Libertarische Partij zie ik staan. Ja, ik heb een biografie. Even kijken hoor. Oh, jongens, kijk maar even. Ja. Even kijken hoor. Park ook JW zo genaamd in Wynnewood, Oklahoma. En beweerde de meest productieve tijgerlokker te zijn. Of fokker te zijn van de Verenigde Staten. Hij kwam tweemaal zonder succes op voor een politieke functie. Eerst als onafhankelijke kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten in 2016. En in 2018 voor gouverneur van Oklahoma voor de Libertarische Partij. Ja. In 2019 werd hij veroordeeld voor 17 federale beschuldigingen van van dierenmishandeling. En 2 beschuldigingen van huurmoord. Hij zit een straf uit van 22 jaar. Oh shit, hè. In 2020 kwam een achtdelige documentaire uit over hem. En die heet op Netflix heet het Tiger King. Ja. Oké. Ja. Oh, misschien moet ik maar een keertje kijken dan.
Ja, Flabbergast heeft nog gereageerd. Geen goede reclame. Maar het is hem wel gelukt om naamsbekendheid te krijgen. Ja. Ja joh, daar gaat die shit. Helaas. Als libertariërs het nieuws halen, is het niet altijd al te best, hè? Ja, ik heb het idee dat er heel veel van die mensen zijn die dik in de problemen zitten en die dan een strohalm zoeken. En dan de libertarische partij die heet bijna iedereen welkom in zijn wanhoop. En dan krijg je allemaal van die drenkelingen die dan ten onder gaan met de libertarische vlag. Laatste puff. Ja, John McAfee. Oh, sorry. Nou ja, het is ook wel wat de mensen worden dan wakker, weet je wel. En dat is, als ze in nauw gedreven worden, dan worden ze meestal wel wakker, weet je wel. Dan denken ze, oh shit, dus de overheid was toch inderdaad niet mijn vriend. En dan springen ze in één keer naar het libertarisme toe, weet je wel. Ja. Dus, kijk, was Flabbergast post nog wat? Even kijken hoor. Oh ja, geen goede reclame. Ja. Dus zo gaat die shit inderdaad, ja. Dus, Nou, dan kunnen we voor 11 uur aftikken. Ja. Zullen we het maar doen dan? Oh, er komt nog wat binnen. Dan moet je nog wat weten. Even kijken wat hij zegt hoor. Even kijken hoor, hoe is het met de Libertarische Partij in Servië? Ja. Nou ja. Twee mannen en een paardenkop? Kijk, ik heb dus op een gegeven moment gedacht van moet ik hier bijvoorbeeld in Servië nou zo'n anti-corona maatregel beweging aan de grond trekken. Maar daar voel ik me daar niet geroepen voor. Maar hoe zit het met de Libertarische Partij? Je hebt hier iets dat heet het, dat is toch iets regionaler, dat heet het Front, Vojvodjanska Front. Dat is, redelijk. Hoe zit het met de Libertarische Partij? Ik ben er nooit naar, ik ben nooit op visite gegaan. Nee. Dat is allemaal de oude politiek, joh. Ja. Nee, goed joh. Nou ja, dan zal ik even een eindje aan brouwen. Ik moet morgen ook weer vroeg op trouwens. Dus ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard. En de deelnemers uiteraard danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral een heel erg vrije week toe. Of het ervan komt, dat is niet aan mij. En ik zou zeggen, toedeledoki. En dan moet ik natuurlijk de F12 knop zien te vinden. Dat was deze knop, geloof ik.